politie of zo? Nee, dat was ik. Oh. Sorry hoor, ik ontplofte zo wat. Ach, je hoeft je toch niet te verontschuldigen. Wie kan je dat nou kwalijk nemen? Oh, opeens werd het me allemaal te machtig. Barstte alles los als een kernexplosie. De woede. En de angst dat er iets vreselijks met Boudewijn gebeurd kan zijn. En dan de vernedering. Daar stond ik pontificaal in een bruidegom die niet opkomt dagen. De oudste variëteegrap in de wereld. Ik weet zeker dat het niet zo bedoeld is. Tenminste, niet opzettelijk. Nee, maar zo zag het er wel uit. En dan de manier waarop, als hij me de bons wil geven, laat hij het dan stijlvol doen. Nou, probeer er maar niet meer aan te denken. Hè? Oh nee, waarom niet? Waar moet ik anders aan denken? Dit zou me de rest van mijn leven moeten bezighouden. Ik ben uniek. Heeft er ooit een bruid in de kerk zo voor schut gestaan als ik met 300 gasten als getuigen? Waaronder de minister-president, de oppositieleider, 5 ministers, 8 staatssecretarissen en de kamervoorzitter. Oh. Godzijdank heeft mijn vader dit niet hoeven meemaken. Hij is natuurlijk dood. Je vader? Ja, dat zal wel als je dat zo zegt. Boudewijn natuurlijk, dat is de enige verklaring. Ach, ik weet zeker van niet. Oh, als hij nog leeft, kan hij tenminste de beleefdheid opbrengen om een telegram te sturen. Sorry, stop, geen interesse meer. Stop, huwelijk, stop, stop, stop. Misschien geheugenverlies. Oh nee, zoiets opwindends kan je van Boudewijn niet verwachten. Het klinkt natuurlijk erg onaardig, maar je kent hem nog niet zo lang. Lang genoeg om te weten wat voor soort man het is. Ja, zie je nou wel. Toen minister De Greep besloot om iets te gaan doen tegen seks, pornografie en gewelddadigheid, wie koos hij toen uit om die hele wet voor te bereiden? Boudewijn. En waarom? Omdat het meest eerlijke, meest nuchtere, meest truttige kamerlid is dat er bestaat. Oh, Boudewijn kan zijn geheugen niet verliezen. Hij weet nog niet eens hoe hij zijn geduld moet verliezen. Precies. En daarom weet ik zeker dat er voor ze niet opkomen dagen een absoluut logische verklaring is. Ja. Hij is dood, ik weet het. Ik weet niet meer wat ik zeg. Nou, kom nou maar. Ga nou maar eens even lekker zitten. Hè? Zo. En begin nou eens even met die prachtige huwelijkscadeaus uit te pakken. Dat kan ik gewoon niet. Waarom niet? Ik wed dat je ze binnen een week gebruikt. Kijk eens, een peper- en zoutstelletje. En wat hebben we hier? Oh, 2 boekjes. Kamperen in Portugal. En kamperen in Griekenland. Van wie heb je die? Hans en Pien. Wij kamperen niet. Tja, nu ik erover nadenk, zei je ook niet. Oh, maar ik denk dat zij ze wel weer gekregen hebben van onze voormalige minister-president. En wat is dit? Oh, een broodrooster. En wat een mooie. Die heb je van, wat staat hier? Van Geze, minister van Economische Zaken. Ach ja, die heeft hij natuurlijk gekregen toen hij op werkbezoek was in Eindhoven. Oh, ik weet wat dit is. Ja hoor, een elektrisch Rochot. En wat een beeld. Kijk nou toch eens het nieuwste model. En weet je wat bovendien het praktisch is van deze dingen? Die worden al in een halve minuut heet. Even proberen. Van wie heb je die gekregen? Oh, nou dan moet je zuinig op zijn van het eerste kamerlid, de kat. Ja, hij wordt al warm. Oh, hij ook waarschijnlijk. Zal hij genieten van die hele affaire? Wat bedoel je? Oh, je weet toch hoe de kat is. Altijd uit op schandaaltjes. Altijd klaar om de regering van corruptie te beschuldigen. Zei die laatst ook alweer op televisie. Men kan in dit land dan pas grote schoonmaak houden wanneer de regering eerst de hand in eigen boezem steekt. En dan vooral de nadruk op boezem. Wat zat hij te lachen toen ik de kerk verliet. Net een aasgier met het smalle hoofd van hem. Lachende. Nog nieuws, juffrouw Bos? Helaas niet, excellentie. Toos, schatje, ik ben met je moeder naar je flat gegaan en ze heeft het in de andere ingepakt zodat je je kunt verkleden. Dank u, dat is erg aardig van u, maar dat had u niet hoeven doen. Ja, kon je toch moeilijk in deze kleren aan naar huis laten gaan met de voltallige pers en al die kerels van de televisie op de stoep? Ja, dat is waar. Hoe is mijn moeder eronder? Nou, het gaat wel weer. Ze klaagde erover dat ze geen schone zakdoeken meer had. En toen ik haar verliet, toen stond ze een groot glimmend broodmes te bewonderen. Ze zal het Boudewijn nooit vergeven. Nou, en ik ook niet. Of we zouden wel met een heel plausibele verklaring op de proppen moeten komen. Bedenk dat hij niet alleen jou, maar de hele regering en mij in het bijzonder voor schut heeft laten staan. Zoiets doet een staatssecretaris niet. Het is niet te geloven. Ja. Ik stel voor dat je nu gaat verkleden en door de dienstuitgang weggaat. Ik had liever niet dat er nog verklaringen worden afgelegd alvorens we precies weten wat er gebeurd is.
Toos, meisje, dit is geen tijd om verstoppertje te spelen. Heb jij enig idee wat hem hiertoe gebracht zou kunnen hebben? Geen enkel. Gedroegen zich de laatste tijd op zijn gewone saaie, op zijn gewone normale manier? Ja. En wanneer heb je voor het laatst gesproken? Vlak voordat ik naar de kerk ging. Hij belde hier vandaan naar mijn flat terwijl hij zich aan het verkleden was. Oh ja, dat wist ik niet eens. Wat zei hij? Oh, niks eigenlijk. Het zou toch wel iets geweest zijn? Oh, alleen een kort berichtje. Ja, wat? Een paar woorden. Ja, wat voor woorden? Ik sta erop om het te weten. Nou? Toosie-woosie. Ja. Hij belde jou op vlak voordat jij naar de kerk ging en zei tegen jou, woosie-toosie. Toosie-woosie, ja. En toen wist jij meteen dat hij krankzinnig geworden was of een geestelijke instorting had. Integendeel, dit bewees juist dat hij helemaal normaal was. Nou, iemand opbellen en zeggen toosie-woosie. Niet iemand, mij. En ik veronderstel dat je iets teruggezegd hebt. Ja. Wat dan? Boutje-woutje. Begrijp ik het goed? Hij belde jou op en zei toosie-woosie en jij antwoordde hem boutje-woutje. Precies. Ja, het is misschien een stomme vraag, maar mag ik ook vragen waarom? Dat was onze taal. Het betekent ik hou van je. Oh, juist, ja. Lieve hemel, Boudewijn Kink verklaart zijn liefde in babytaal. Wie had dat ooit gedacht? De laatste dagen dat hij hier bij u logeerde, deed hij toen gewoon. Nou, gewoon zou ik zo iets niet willen noemen, nee. Oh, nee? Nee, hij gedroeg zich de laatste tijd op zijn minst genomen toch wel een beetje eigenaardig. Hij weigerde bijvoorbeeld categorisch naar de gebruikelijke vrijgezellenfuif in het kabouter striptease-paradijs te gaan gisteravond. En hij zat hier notabene in zijn eentje televisie te kijken. Nou, vraag ik je. Nou, dat vind ik niet gewoon. Maar ja, ieder zijn mug. Hij heeft me ervan verteld, ja. Hij zei dat hij in topvorm wilde zijn. Topvorm? Waarvoor? Voor vanavond. Oh, vannacht! Toosie-woosie, houd je taal. Oh, nee. Ik mopperde zomaar wat in mezelf. Wat kan die pummel van een kink er naartoe gebracht hebben de benen te nemen en mij met de gebakken peren te laten zitten? Niks aan de hand, maar een re-show. Wat doet hij op die bank en waarom is hij verdorie zo heet? Ja, het was een cadeautje van meneer Theo de Kat. Ik probeerde juffrouw Hazewinkel alleen maar een beetje af te leiden. Nou, zeer prijzenswaardig. Maar ik had liever niet dat het mijn benedengedeelte verbrandde. Doe dat rotding weg. Ja, meneer, het spijt me vreselijk, meneer. Oh ja, nog even mijn toespraak voor morgen doornemen voor het congres. Geachte leden van het congres, meneer de voorzitter. Wij moeten in dit leven, naar mij dunkt, onze eisen niet te hoog stellen. Een echtgenote en een huis, is dat niet voldoende? Meneer de voorzitter, ik walg van deze zogenaamde tolerante maatschappij. Ik geloof in de zuiverheid van een huwelijk. Als wij een eerlijk en oprecht huwelijk als uitgangspunt kiezen in onze samenleving, dat wil zeggen tussen man en vrouw, dan kunnen wij echt paren naar hartelust. Dan kunnen wij echt paren naar hartelust het leven leiden in de geest van saamhorigheid en onderling begrip. Wij willen de aanval openen op de handelaren in prostitutie en pornografie, de partnerruilers en dat legertje van jongeren dat zich verschuilend achter hun namaakleuzen voor vrije meningsuiting onze straten in slagvelden willen veranderen. En daar... Oh, nee. Ik was alleen maar even mijn toespraak aan het doornemen voor morgen voor het congres. Maar ik moet met de trein mee. Hoe laat is het? Oh, 6:00. Even luisteren of er nog ongeïdentificeerde lichamen zijn aangespoeld. Deel u mee dat de toestand in het westen van de Sahara erg verslechterd is. Er is nog steeds geen nieuws over staatssecretaris Kink van Binnenlandse Zaken, die vanmiddag de Haagse flat van minister De Greep verliet om in het huwelijk te treden met diens vroegere secretaresse, mevrouw Hazewinkel. De heer Kink arriveerde niet in de kerk, waar veel autoriteiten, onder wie de minister-president, tevergeefs wachten. Een woordvoerder van de politie achtte de mogelijkheid van een ontvoering door extremistische of andere... Ja, het is goed.
Wie wil er nou zo'n onbelangrijk man als die King ontvoeren? Nou, het zou toch een mogelijkheid kunnen zijn? Nee, als iemand zou willen ontvoeren, dan zouden ze mij wel nemen. Ik ben toch de man waar iedereen de pest aan heeft? Ja, dat wil zeggen, bijna iedereen. Dat is helemaal niet waar, meneer. Nou, dat is erg aardig van u dat u dat zegt, juffrouw Bos. Maar u bent pas een paar dagen mijn secretaresse. Verleden jaar was ik een heel populaire figuur. Vrijwel zeker aangewezen voor de hoogste post in dit land. Niets meer of niets minder dan de hoogste. Maar ja, dat is nu allemaal voorbij sinds ze mij tot woordvoerder hebben gemaakt van dit belachelijk streven naar zedelijkheid. Belachelijk? Oh, begrijpt u mij niet verkeerd, juffrouw Bos. Niemand die een bezadigder en ordentelijker leven leidt dan ik. Oh, vast en zeker, meneer. Maar ik geloof alleen dat we het probleem op de verkeerde manier aanpakken. Weet u, juffrouw Bos, hoeveel prostituees er zijn in Den Haag? Ik heb het gelezen, minstens 5000. Tja, dat is een zaak die moeilijk ligt. Ligt? Oh ja, begrijp het bedoel. En gelooft u dat die nieuwe wet die 5000 in één keer zullen laten verdwijnen? Niet waarschijnlijk. Nee, maar ik als minister van Binnenlandse Zaken moet de klappen maar opvangen. Wat die verschillende actiegroepen me niet allemaal naar het hoofd slingeren. Het is niet te geloven. Erg onredelijk, meneer. Nou, het is hartverscheurend. Verleden week nog was ik op mijn oude kostschool. En die jongens die maakten met spreken gewoonweg onmogelijk door met z'n allen te gaan sissen. Ja, één zo'n rotjongen op het balkon ging zelfs nog een stapje verder. Maar zoiets raakt u toch niet? Nou, dat raakte me juist wel. En als die pummel van een kind werkelijk verdwenen is, dan zal mij dat ook aangevreven worden. Omdat Kink nou eenmaal een protégé van me is. Maar waarom zou meneer Kink ervan doorgaan? Afgeschrikt door de gedachte aan een huwelijk en niet het lef hebben om het uit te maken. Juffrouw Bos, de ene klasse boven de andere wrijven ligt niet in mijn aard. Maar in geval van crisis geef ik toch de voorkeur aan een academicus boven iemand van de werkende klasse. U weet dat Kinks vader loodgieter was. Trouwens, dat hele bedrijf is nu min of meer van hem. Oh, dat schiet me net te binnen. Meneer Kink vroeg of u deze folder goed zou willen bekijken. Het gaat over een nieuw soort ketel voor de centrale verwarming in uw buitenhuis. Die schijnt hij graag aan u te willen verkopen. Ja, daar heb ik nog geen tijd voor. Het zou er natuurlijk ook geldzorgen kunnen zijn. Oh, als dat de pers is, dan kan ik ze niet te woord staan, want dan mis ik mijn trein. Scheep ze maar af. Zeg maar tegen ze dat meneer Kink tekenen van vermoeidheid en overspannenheid vertoont. Of iets van die gebruikelijke onzin, meer niet. Ja, meneer, dat is me wel goed. Maar laat ze niet binnen, hou de ketting op de deur. Neem me niet kwalijk, excellentie, meneer, de kat is hier. De kat? De kat? Je bedoelt die hond uit de Eerste Kamer? Ja. Wat komt die hier in vredesnaam doen? Oh, ik begrijp het al. De gierige engert, die komt natuurlijk zijn regio terughalen. Typerend voor hem. Ik geloof niet dat dat het is. Ik krijg de indruk dat hij hier komt logeren. Hij heeft een koffer bij zich. Belachelijk. We spreken niet eens tegen elkaar. Heeft hij gezegd wat hij kwam doen? Nee, ik zei dat we op het punt stonden om naar Overijssel te vertrekken. Maar hij zei dat hij zeker wist dat u wel even tijd voor hem zou hebben. Nou, de oude gek. Ik zal hem wel te woord moeten staan, maar blijven doet hij niet. Let op mijn woorden, juffrouw Bos. Wat die magere pier hier komt doen, is niks anders dan te kijken of er niet een schandaal valt te creëren in verband met de verdwijning van Boudewijn Kink. De ouwe, oeh, maak je het mijn beste. Wat een onverwacht genoegen. Prima, ja. Ik heb niet zo erg veel tijd. Een drankje, ja, graag, dat sla ik niet af. Zo. En vertel eens, hoe gaat het met jouw charmante echtgenote? Hou jij nog steeds opgeborgen in de provincie? Ja, het gaat goed met haar, dank je. Uitstekend. Mooi, mooi, mooi. Ga zitten, doe alsof je thuis bent. Dank je. Ik ben hier thuis, de kat. De kwestie is, wat kom jij hier doen? Daar heb jij... Huh? Oh, daar heb jij niets mee te maken en ik blijf tenminste 2 weken hier. Wat? Ik weet wel dat het hier een tikkeltje te chic voor mij is, maar ik kan me wel aanpassen. Nee, de kwestie is als volgt. Mijn kleindochter Johanna, die het huishouden voor mij doet, is voor 14 dagen naar het DS70 jongerencongres in Bergen aan Zee. Ja, ik ben misschien een beetje traag van begrip, de kat, maar dat verklaart nog niet waarom jij jezelf hier komt neerpoten. Oh, dat is heel eenvoudig. Collega Notelaar ligt, zoals je weet, in het ziekenhuis. En hij was zo vriendelijk om mij het gebruik van zijn flat hierboven aan te bieden. Huh? Oh ja, heel geschikt. Dankjewel. Dus dacht ik, kom, ik wip even aan om mijn medeliefde te betuigen met King. Dat is een nare zaak, hè? Je zult wel ongerust zijn. Vanzelfsprekend, wij zijn enigszins bezorgd, ja. Enigszins? Goed je genade.
schande, zeg. Een schandaal in je departement. Zo je wet op de zedelijkheid en das om doen. En de regering... Er is geen reden om aan wat voor schandaal ook te denken, de kat. En als je uitgesproken bent, ik moet mijn trein naar Zwolle halen. Want ik open daar morgen het Algemeen Fatsoenscongres. Fatsoenscongres. Toos. Ja, bedankt. Pas op de koffer. Toos, wil je de koffer van meneer de kat even naar de lift brengen? Hij moet naar de vierde etage. Oh, dankjewel hoor. Wat een arm kind, hè. Nou, zij verdient beter, hoor. Zeg, zij mag die rechauffeur houden voor een volgende keer. Weet je, zij doet mij altijd denken aan mijn kleindochter Johanna. Als die er niet is om mij te vertroetelen, hè, dan voel ik me zo verloren. Het is een echte schat, hoor, Johanna. Ja, wel te rusten, de kat. Jammer dat je niet kan blijven. Je bent altijd welkom. Oh, dankjewel, hoor. Oh, ik zal het onthouden. Let op mijn woorden, juffrouw Bos. Achter dat verloren zielengezicht van hem zit een venijnige ratelslang verborgen. Ach, juffrouw Bos, wilt u misschien even mijn spullen bij elkaar zoeken? Ze liggen op mijn studeerkamer. Ja, meneer, en ik moest u helpen herinneren uw vrouw te bellen. Ja, dat doe ik al vanaf het station, dank u wel. Ja, hallo. Ben jij het? Met H. Nee, H. H. De letter die volgt op de G. H. Oh, H. Zeg, doe je nou expres ordinair? De H van Hendrik. Heb ik het toch gezegd? Ja. Ik ben het. Maar we hadden toch afgesproken door de telefoon geen namen te noemen? Dat hadden we toch afgesproken, Tara? Ik bedoel X. Nou ja, hoe dan ook. Onze afspraak voor vanavond is zelden gebleven. Met één kleine wijziging. Neem de achteringang en de dienstrap. Als we elkaar zien, dan zal wel zeggen waarom, ja. Wat zeg je? Hij komt wat? Ja, maar je kan me nou toch niet in de steek laten? En hij had gezegd dat hij pas aan het eind van de week zou komen. Nou, onbetrouwbare echtgenoot heb jij, zeg. Het is onverteerbaar, meneer. Absoluut onverteerbaar. En ik zal hier dan ook persoonlijk met de premier over spreken. Ach, juffrouw Bos, wilt u misschien even de blauwe map uit de bak halen? Die moet ik dadelijk meenemen. Ja, meneer. Dank u wel. Neem niet kwalijk, Tara. Dat was juffrouw Bos, mijn secretaresse. Die kwam plotseling de kamer binnenvallen. Maar luister nou, als we... het is onverteerbaar, meneer. Absoluut onverteerbaar. En ik zal u dan ook persoonlijk met de premier over spreken. Ja, dag lieveling. Collega Wiegeling. Die verdomde volkshuisvesting ook. Die werken ook lang. Ja, hebben waarschijnlijk geen huis om naartoe te gaan. Hoe mij nou? Hebben waarschijnlijk geen huis om naartoe te gaan. Die is goed. Nou ja, Toes, jij hebt wel een huis om naartoe te gaan. Ga nou maar, kindje. Ja, als u het niet erg vindt, zou ik liever wat blijven voor het geval Boudewijn toch nog komt. Ja, maar niet langer dan 10 minuten, beloof je me dat? Ach, kop op, kindje. Ik ben ervan overtuigd dat hem niks ernstigs is overkomen. Misschien ligt hij alleen maar ergens bewusteloos langs de stoeprand, meer niet, hè? Nou ja, sluit je alles goed af voordat je weggaat. En u kunt ook wel gaan, juffrouw Bos. Dank u, meneer. En? Gaat u vanavond gezellig uit eten met een vriend? Ik heb geen vriend, meneer. Oh nee? Werkelijk? Ik weet niet, ik moet de story, ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Wel.
Inspecteur Spijker, recherche. Is er nog iets speciaals opgevallen, dame? Speciaals opgevallen? Ja, een nogal hip, uitgedost persoon. Gewapend met een gummiknuppel is hier de brandtrap opgeklommen en moet zich nu in een van deze flats verborgen houden. Oh, ik heb niks gemerkt. Er waren tot voor kort nog een heleboel mensen hier. Juist, ja. Dan ga ik nu even de andere flats controleren. Het is een gevaarlijk heerschap. Ontsnapt na inhechtenisneming en daarbij heeft hij twee van mijn mensen elkaar geslagen. Pikte een politiepet, tevens zijn jasje en ging er vandoor. Ik zou de ramen maar op slot doen als ik u was. Ja, dat zal ik zeker. Dank u voor de waarschuwing. Oh, geen dank, dame. Graag gedaan. Goedenavond. Oh, schrikkelijk. Oh, ik hoor hem niet, maar wat hebben ze nou met me gedaan? Hier, kijk. Oh, daar komt hij. Ben jij dat weer? Ga alsjeblieft terug naar het walgelijke feestje van je. Feestje? Je vond het anders geen walgelijk feestje toen je je uitkleedde. Huh? Je zei, ik ben nog appetijtelijker dan wil ik er van allemaal, Roy. Oh, ik wist niet wat ik deed. Jullie hebben me erin laten lopen. Drugs hebben jullie me gegeven. Jullie hebben geprobeerd me dingen te laten doen die eens met mijn eigen zuster zou durven uithalen. Oh, wat zeg ik nou toch? In ieder geval, ze mogen jou hier niet vinden. Mag ik de dommeltje weg? Oké, okay, dus wil ik naar beneden gaan? Ja. En aardige agentjes vertel wat je na de striptie zegt. Ja, nee. Weet hier wat het zo voor ondergang betekenen. Oh, daar heb je het al. Dat is de minister natuurlijk. Ga maar naar bed. Geen kik hoor. Je blijft daar geen kik. Heere zegenen deze spijs aan. Hou de wijs, schat van me. Je bent terug. Hi. Voor de donder, waar heb je gezeten? Jij was het? Ja. Ja, jij bent het die de politie zoekt. Troost, Toos, ik moet er vandoor. Ik geloof dat ik maar naar de Noordpool ga. Dan ga ik geloof ik beren schieten over mezelf. Of, weet je wat ik zou doen? Ik zal naar de Vreemdelingenlegioen gaan. Dat is niet zo erg voor jou als je me komt opzoeken. Hè? Dat is niet zo koud. Hè? Geen paniek. Ik zou wel eens willen weten wat ik dan wel in paniek mag raken met de minister hier. De politie buiten en zij daar. Nee, een prachtig zijde haar heb je. De politie is geweest en alweer weg. De minister zit in de trein naar Zwolle, dus je ziet... We hebben de hele avond de tijd om uit te praten waarom je niet op ons huwelijk bent verschenen. Waarom je eruit ziet als een of andere idiote clown. En waarom je twee agenten in elkaar hebt geslagen. Toos, ik zal niet goed weten, maar ik moet beginnen. Bij het begin. Nou ja, goed dan. Auw! Ja, ik heb slaap, hè. Ik wacht. Jij wacht, hè. Goed, Toos, jij wacht. Ja, kijk, Toos, ik kreeg een... Ik kreeg een tamelijk eigenaardig telefoontje om naar het binnenhof te komen. Onderweg op straat werd ik aangehouden door een beetje oudere vrouw en een man, hè. Ja, ik dacht dat het fans waren, weet je wat, bewonderaars. Want toen zei dat oude vrouwtje zei op een gegeven ogenblik... Lang leven de zedelijkheidswet. Maar toen zei die man, stop jij die handjes maar in de lucht. Toen kreeg ik een prik in mijn arm en alles werd wazig. En toen hebben ze me geloof ik een keer een auto gestopt of zo. Ja, dus je bent echt ontvoerd. Ja! En toen? Ja, dat weet ik juist niet, auw! Dat is dat toch steeds arm? Ik heb een beetje last nog van die prik, hè. Ik dacht dat je zei dat het in je arm was? Ja, maar het was een beetje een lange naald, zie je zo. De wijn, ik ben het, Doos. Ja, dat herinner ik me nog. Zeg, hoe maakt u het? Je snor. Ja, mam. Wat is er met je snor gebeurd? Ik ben in de rui, geloof ik. Viel met plukken tegelijkertijd uit, zorgen. Ja, ik weet in ieder geval, ik ben hem kwijt. Dat is niet het enige wat je kwijt bent, vriendje. Nee. Oh, Doos, ik begrijp je. Nee, morgenochtend zal ik je proberen alles uit te leggen. Maar dat je wegkomt, ik wil je niet meer zien. Oh! Nee, jij niet. Nee. Ik zei toch, ik wil de hele boel nog een beetje bezien. Ik wil tijd hebben om over de zak na te denken. Leugens bedenken, zal je bedoelen. Doos. Oh, Doos, ik ben erbij. Versterkt. Dat is de politie natuurlijk. Verstoppen, alsjeblieft. Wat is er? Hier. Stil, gevaar. Je hoeft niet hard van mij weg te lopen, lieve kind. Ik vorm geen bedreiging meer van jonge meisjes. Jammer genoeg. Meneer de Kat, wat doet u hier? Ja, verdomde pech, hè? Ik zag de voordeur voor de wc-deur aan. En toen heb ik mezelf buiten gesloten. Dus zal ik wel gebruik moeten maken van meneer de Greefs vriendelijke aanbod om hier te overnachten. Ah, op de bank. Nee. Boven is een logeerkamertje, weet u. Oh, maar de bank is goed genoeg, hoor. Komt u maar. Boven zult u niet gestoord worden. Oh, maakt u zich daar maar geen zorgen over, hoor. Niets kan mij storen als ik helemaal plat ga. Aan het einde van de gang links. Bedankt. Neem me niet kwalijk. Er komt nog iemand.
Ik wou u niet laten schrikken, dame. Ja, dat deed u anders wel een beetje, inspecteur. Oh, dat spijt me, maar ik zoek nog steeds naar dat hippie met die gummiknuppel. Gummiknuppel? Ja. Toen ik er net hier binnen was, drong het namelijk niet tot me door dat dit de flat is van minister De Greep. Ja. Nou, dan is het toch beter dat ik even rondkijk, nietwaar? Dat hippie dat kan best hier naar binnen geglipt zijn. Ah! Ik hoorde een geluid in de slaapkamer. Oh. Zo, kerel. Kom maar tevoorschijn. Het spelletje is over. Doet die de hele boel is Daar is niemand. Nee. Nee, zeg, u bent toch de verloofde van de heer Boudewijn Kink, is het niet? Ja. Ja, ja, meneer Kink die logeert bij de minister. Een paar dagen, ja, onze flat. Ik bedoel, de flat van mijn verloofde wordt een beetje voor ons opgeknapt. En daarom was de minister zo vriendelijk hem die kamer te laten gebruiken. De minister is er zeker niet, hè? Nee, die is naar Zwolle. Wat hebben we daar? De studeerkamer van de minister en een garderobe. Oh, maar even kijken, want zeker te weten is altijd het beste, nietwaar? Loopt u even mee? Juist. Liefde, alleen, liefde, alleen. Nou, die garderobe die lijkt... Wat is dat? Wat? Wat? Champagne en caviar. Die spullen die stonden er net niet. Oh, jawel hoor, dat is mijn avondeten. Oh, nou, ik zou gezworen hebben dat die tafel leeg was. Nou, dat ziet er toch echt helemaal verkeerd. Ik zie uitstekend, dame. Dingen die er net niet waren en nu wel. Zullen wij boven maar eens even een kijkje nemen? Er is iemand boven. Oh. Meneer de Kat, u weet wel, van de Eerste Kamer. Wat, u bedoelt Theo de Kat, oftewel de knijpkat in het donker? Ja. Mm. Wilt u me alstublieft niet storen? Oh nee, daar kunt u van op aan. Ik zit niet op zijn hulp te wachten. Dat is zo'n man die denkt in zijn eentje de hele Haagse politie te kunnen vervangen. Deze kant neem ik aan, juffrouw. Ja. Mevrouw. Alleen liefde, alleen, dat is wat een man kan bekoren. Liefde, alleen. Ah, de glazen. En hier weer naar beneden, inspecteur. Dank u wel. Oh, de slaapkamer. Zeg, ik zal voor de laatste keer hier nog even rondkijken, want zeker te weten is altijd het beste, nietwaar? Nou, de slaapkamer is wel flink. En nu gaat u me zeker vertellen dat die bloemen net in die vaas stonden en die champagne in die koeler. Ja! Ja, ik zou het vervelend vinden om een aangename dame als u een leugenaar te moeten noemen. Wat hebben we hier om de hoek? In de keuken. Even kijken in de keuken, ja? Wat voor spelletje speel jij? Liefde, alleen, liefde. De keuken die lijkt me wel in orde. Maar toch, dame, aan die caviar, daar zit een lucht. Een luchtje, als ik het zo zeggen mag. Nou, dat mag het. Het is toch gewoon mijn avondeten. Champagne en caviar. Ja, ik ben op dieet. Drinkt u altijd uit twee glazen? Ik ben alcoholiste. En nu weet ik het heel zeker, er moet hier nog iemand zijn. Ergens. Nou, oké, kom dan maar tevoorschijn. Want ik weet dat je er zit. Ah, hier.
daar hoor ik iemand. Blijf eronder. Hé, kijk, blijf daar, alsjeblieft. Ik kan niet zeggen dat ik helemaal gelukkig ben met de Circus. Wat is daar nou weer mee gebeurd? En nou weten we waar die zit. Nee. Jawel, kom er maar uit. Hup. U staat uw tijd te verdoen hoor. Dit is gewoon een ordinaire werkkast. Zelfs dit rotding valt niet te gebruiken. Kijk maar, ze zijn maar kapot, ziet u. Ja, die zijn maar kapot. Kan je wel weggooien. Ja, het is de weledeleerde kat. Mijn excuus, meneer de kat. Goedenavond. En wie voor de donder bent u? Politie, meneer, inspecteur Spijker. Recherche? Jawel. Oh, pak dan als de bliksem u vergrootglas en zoek het dichtstbijzijnde toilet voor me. Eerste rechtsboven aan de trap. Nou ja, ik word doodziek hè, van dat gezoek naar wc's. Dat heeft mijn hele avond al verpest. Ja, en ik ben hier niet toevallig. Oh nee, meneer? Nee, zeker niet. En daarom wens ik niet dat uw agenten hier over de vloer komen om mijn onderzoek te dwarsbomen. Onderzoek? Privé. Naar de handel en wandel van een zekere minister. Hmm. En misschien zou het zelfs de val van dit kabinet ten gevolge kunnen hebben. Leuk meneer, maar als ik u was, dan zou ik maar lekker gaan slapen en het hele onderzoek vergeten, ja? Vergeten? Hmm. Ik vergeet nooit iets. Ik ben vergeten waar u zei dat de wc was. Naar boven aan de trap rechts. Boven aan de trap rechts. Oh. Zeg, wat wilde die man eigenlijk? Alleen maar weten waar het toilet is, denk ik. Hij is hier wel degelijk toevallig. Ja. Yeah. Nou, inspecteur, ik denk dat u wat verder zult willen gaan met uw eigen onderzoek. Ja, om te beginnen zou ik wel eens willen weten wat er met de dieet van de alcoholisten gebeurd is. Namelijk de champagne en de caviar. Ja, ik denk dat meneer de kat die weggehaald zal hebben. Ja, ik denk het ook, ja. Zeg, u heeft me nog helemaal niet gevraagd hoe ik deze keer ben binnengekomen. Namelijk met de voordeur op slot. Nee. Hoe dan? Nou, ik heb deze sleutels gebruikt. Kijk, eerder op de avond kreeg de politie namelijk een anoniem telefoontje dat ons mededeelde waar we uw vermiste verloofde zouden kunnen vinden. Oh ja? Waar? Ja. Oh, de onbekende had het over een zekere orgie in Voorburg, dame. Orgie? Ja, die term die werd gebezigd. En zo overdreven niet, want mijn mannen deden er een inval en vonden die orgie. Afschuwelijk was het. En de heer Kink? Helaas niet gezien, maar een aantal mensen is hem gesmeerd. Dus toch eigenaardig, vindt u niet, dat het hippie naar deze flat is toegekomen? Nou, u wilt toch niet beweren dat het de heer Kink geweest zou zijn? Nou, hij beantwoordde niet aan het signalement van de heer Kink, dat is waar. Maar deze sleutels zijn gevonden in het huis waar het feestje plaatsvond. Dus ik weet niet of de heer Kink er was, maar zijn sleutels wel. Goedenavond, dame. Boudewijn! Boudewijn Kink! Kinkwoel! Donder op! Ja! Wat deed jij op een orgie op onze trouwdag? Orgie? Dat was toch geen orgie? Ja, ofwel. Wat bedoel je met ofwel? Jij was erbij, jij kan het weten. Ja, maar ik zat onder een of ander verdovend middel, snap je dat dan niet? Het was een duivels plan om de hele regering in opspraak te brengen. Zelf hebben die lui de politie gebeld, zodat die mij in compromitterende omstandigheden zouden aantreffen. En wat waren die compromitterende omstandigheden toen de politie kwam? Ja, ik lag, ja, in een soort garderobe. Ja, en ik begon me juist een beetje wazig te voelen. En daar waren we toen de politie een inval deed. Huh? Ja, ik en een jong persoon. Oh, waarom zeg je toch niet ronduit een meisje? Nou, goed, Toos, ik geef ronduit toe. Het was ronduit een meisje, ja. Ja, een vrouwspersoon. Wat was je met die vrouwspersoon aan het doen? Mijn snor aan het afscheren! Ja, maar ik wist namelijk dat ik herkend zou worden en ik was in paniek. In precies 10 seconden waren we klaar. Ja, met de snor. Kon je wegkomen bij die inval? Nou, door het raam en langs de regenpijp. Waar heb je die twee agenten in elkaar geslagen? Beneden aan de regenpijp, met een stuk regenpijp. Oh, Toos, ik geloof dat ik me aangegeven en de politie erop wijst dat ik onder invloed was. Nee, de politie is op zoek naar een gladgeschoren hippie en niet naar de heer Boudewijn Kink. Ja. Oh, je moet er zo snel mogelijk weer normaal uitzien. Je hebt een nieuwe snor nodig. Ja, maar dat duurt maanden. Ik ben namelijk een langzame groeier. Pak aan. Huh? Ik ga naar de kapper op de hoek. Toos, is dit nou een ogenblik om je haar te laten doen? Kom nou! Nieuwe snor voor je te halen, idioot. Daar hebben ze toepetjes. Ik knip er wel een stuk uit. Oh, Toos, wat zou ik toch zonder jou moeten beginnen. Nou, Boudewijn, wat ben je zonder mij begonnen? Ja. Was leuk op die orgie. Nou, niet zo erg, nee. Au! Nee, dood, au!
Zo. Wat kwam ik nou hier ook alweer doen? Oh ja. Zo. Verdorie nog wat toe, zegt die vent heeft zeker ontbijtkoek gegeten. Kom jij daar eens uit? Kom jij daar eens uit? U bent zeker van de politie, hè? Ja, ja. Ah, ik heb nog zo tegen jouw inspecteur gezegd dat ik niet wilde dat jullie hier over de vloer kwamen om een onderzoek te dwarsbomen. Ja, meneer. Maar ja, nou je er eenmaal bent, kun je me misschien wel helpen. Weet je wie ik ben? Ja, meneer. Ik ook, dat is een goed begin. Heeft jouw inspecteur je misschien gezegd wat ik hier aan het doen ben? Ja, meneer. Verdorie, dat is jammer zeg. Dat is stomme idioot zijn namelijk dat ik het maar vergeten moest. En dat heb ik nog gedaan ook. Nou ja, de zaak is als volgt. Iemand die naamloos zal blijven. Ja, ik ben zijn naam vergeten. Ja, ja. Ja, vertelde me iets over iemand. En dat was nogal wat. En deze zekere iemand ging iets doen. Het punt is alleen, wat en wie? Ja, ja. Ja. Jij ontdekt wat het is. En ik zal ervoor zorgen dat je promotie maakt. Ja, meneer. Ondertussen ga ik een klein beetje rondneuzen. Zo. Oh, meneer. Luister eens eventjes. Kijk, als een zeker persoon denkt dat u ergens op uit bent, dan doet hij waarschijnlijk niks. En daarom stelt ik voor dat u zich gedijst in uw eigen kamer en uw gezicht, uw ponum zo gezegd, niet laat zien voordat u van mij een seintje krijgt. Nou, dat lijkt me een uitstekend idee, ja, maar wat voor seintje? Nou, weet je wel. Daar. Ja, maar ik zit helemaal aan het eind van de gang. Kan ik dat dan wel horen? Kijk, als u het niet hoort, dan merk ik het wel. Maar dan komt u gewoon niet, begrijp je wel. Schitterend. Uitstekend. Een team. Jongeman, jij zal het nog ver brengen. En als dat niet zo is, nou, dan zal ik ervoor zorgen dat het wel zo is. Zeg, fluit nog eens. Uitstekend. Prima. Ik geloof dat ik doof begin te worden. Bliksem op voordat mijn verloofde terugkomt. Stel. Rustig een beetje. Ga jij nog maar naar je verloofde. Verloofde? Wat bedoel je? Bedoel je dat je geen trabbeland meer zal schoppen? Voor jou niet, nee. Prima, dank je. Hoe heet je eigenlijk? Poppy. Oh, Poppy. Poppy, vertel eens over vanmiddag, over het feestje. Heb ik er nou werkelijk helemaal... Ja, dat heb je werkelijk. Dat is... Hier, de kast in. Snel. Deur uit de brit. Jij ook. Boudewijn? De kapper was natuurlijk dicht en op straat ziet het zwart van de politieagent. Boudewijn. Olé! Olé! Ben je gek geworden? Nee, maar Toos, ik heb het je nooit willen vertellen, maar ik wil stierenvechter worden. Zo van Toriador. Van je 1, 2, 3, olé. Vooruit door het raam en dan naar beneden. Heidere. Olé! Waar is dat goed voor? Ja, ik wil die een beetje opvrolijken. Ik ben nog steeds dronken. Nee, wacht even. Ja, je kunt erdoor, terwijl. Luister goed naar me als ik daar tenminste toe in staat ben. Ik zal er weer op uitgaan om een snor voor je te bemachtigen. De kapper was natuurlijk dicht. Ja, maar alle winkels zijn op het ogenblik dicht. Maar twee straten verderop is een feestartikelenwinkel. Die man die woont erboven. Ik zal wel aanbellen. Ja. En doe je intussen die afschuwelijke plunje uit. Ja. En neem een koud bad om alles te vergeten. Ja. Doe niet open en neem geen telefoon aan. Je bent in de laatste mode, zo te zien, BH-loos. Wat moeten ze in mijn slaap gedaan hebben? Oh, als dat getatoeëerd is, mannetje, kun je mij wel vergeten. Ja, dat begrijp ik wel. Een huwelijk is uitgesloten met dit steeds naast je in bed. Hier, ze staren je gewoon aan, de jongens. Toos, ik geloof dat ik maar monnik word. De dame zal het goed doen in een klooster. Nou, je hebt geluk, mannetje. Het is verf. Ga je wassen, vogeltje. Ja, daar raak me niet aan. Ik vind je afschuwelijk. En als die dame benen heeft, ben je geschilderd toen je naakt was. Wacht eventjes, Toos. Benen? Nee hoor, Toos, zo te zien niet. Maar wat ik wel zie, klopt niet bij een dame. Nee, Toos, wat is dat, Toos? Het was toch een grapje, Toos? Luister.
Hallo? Johnny? Mijn poppie. Zeg, ik moet snel spreken. Ik zit in de kamer van Kink. Ja, waar die logeerde. Dat is de flat van de minister. Ja, joh, het liep allemaal mis. Hij ontsnapte voordat de politie hem te pakken kreeg. Maar nu heb ik iets wat veel interessanter zou kunnen zijn. De minister heeft iedereen verteld dat hij in de trein in Zwolle zit voor de een of andere conferentie. Maar hij is nog steeds hier in Den Haag. Ja, en volgens mij wil hij op de versiertour. En ik heb die camera nog bij me. Dus als ik de minister kan betrappen, dan is het 1000 maal beter dan die Kink. En dat schandaal zal geweldig zijn. Oh, ik bel je nog wel. Oké. Oh, eens eventjes kijken of die rotmeid er nog is. Zo. Oh, prima. Die is opgedonderd. Zo. Is hier iemand? Is hier iemand? Ja, het zou wel even moeten. Ja, hallo de Wit. Mag ik mijn vrouw even? Alsjeblieft. Dank je. Ah, is dat mijn kleine poesje? Je spreekt met jouw kleine poesje. Miauw, miauw, miauw. Hoe is het met mijn kleine poesje? Waar ik vandaan bel? Oh, ik bel vanaf het Centraal Station in Den Haag. Wat zeg je? Zijn er geen stoomtreinen meer? Nou, dan was dit zeker een antiek exemplaar op doorreis naar het museum. Wat? Centraal Station is eindstation. Oh, daar rijden geen treinen door. Nou, als de machinist dat dan ook maar weet. Ha! Nee, hij wist het niet. Maar de schade is beperkt gebleven. Dat komt door de buffer. Nee, niet de bluffer. De buffer. Oh, schat, ik zie dat mijn trein gaat vertrekken. Ik hou van jou, miauw, miauw. Hoe kon ik nou een elektrische trein imiteren? Aha. Liefde, alleen liefde, alleen. Dat is wat een man kan bekoren. Liefde, alleen, liefde, alleen. Nee, maar kijk eens aan, zeg. Wat ontzettend attent. Zo. God, juffrouw Bos, wat bent u mooi. Zeer mooi. Uiterst mooi. Ziet u dat nu pas? Nee, al vanaf het allereerste moment dat ik je zag, wist ik al dat het liefde op het eerste gezicht was, Josette. Jeannette. Oh, ja. Wat geweldig dat je gekomen bent. Maar door de vibra's is het toch eigenlijk onvermijdelijk. Door de wat? De vibra's. De vibraties. Ik kijk jou aan, jij kijkt mij aan en pats, geen woord, maar de aarde beeft. Mijn vader heeft een worstfabriek. Aha, interessant. Hij doet in vlees.
vlees. U weet wel waarom, mevrouw. Mijn vader heeft geprobeerd een contract te sluiten om het leger te bevoorraden. Maar hij kan de juiste man maar niet te pakken krijgen. Stop! Hij heeft het al. Ik zal het ministerie van Defensie maandag opbellen. Oh, maar het was niet de bedoeling. Oh, alsjeblieft. Het wordt de hoogste tijd dat er wat meer pure vleeskracht in onze infanterie komt. Je bent werkelijk moe. Ik heb er tegen gevochten. De hemel is mijn getuige. Ik heb er tegen gevochten. Waarom? Omdat ik niet zo ben. Sinds mijn huwelijk heb ik nooit meer naar een andere vrouw gekeken. Meent u dat nou? Toen u me zo plotseling uitnodigde, dacht ik... misschien heeft een ander u wel in de steek gelaten. Nee, dit is de eerste keer. Wat is er? Wat is er? Er is iets in mijn rug geschoten. Niet in paniek raken. Niet in paniek raken. Nee, dat doe ik ook niet. Als je me even een harde tik wil geven hier. Au, nee, dat is een tik. Ik bedoel, een zachte tik hier. Iets hoger met de zijkant van je hand. Oeh ja! Ja, dat is het. Ik ben weer helemaal de ouwe. Weten we het wel zeker? We kunnen misschien beter stoppen. Het was me het dagje wel. Nee, het wordt me het nachtje wel. Oh, maar als u denkt dat... Oh, ik weet het zeker. Ik weet niet wat jij weet van ruggen. Niet veel. Nou kijk, in de eerste plaats, het heeft niets met leeftijd te maken. En in de tweede plaats schiet het er alleen maar in als u je voorover buigt. Horizontaal. Is er geen enkel probleem. Zo, nou weet u hoe de zaak ervoor ligt. Ah, staat. Ik geloof dat dit het begin wordt van een fantastische verstandhouding. Gelooft u in cadeautjes geven? Overbodig mij cadeautjes te geven. Dit is een even groot eer voor mij als voor jou. Oh, dank u wel. Ik heb daar toevallig nog wat caviar en champagne staan. Ik weet niet of jij erg gehaast hebt. Nee, maar u wel, zie ik. Werkelijk? Waar zullen we heen gaan? Oh, zie je wel? Je bent geweldig. Dat komt weer door de fibra's. Nou, ik had gedacht, nou meneer Kink er toch niet is, dat we misschien wel zijn kamer zouden kunnen gebruiken. Ik weet zeker dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben. Waar hij zich op dit moment ook mag bevinden. Aha, nu weet ik waar u naartoe wilt. Precies. Daar. Ik kon maar niet begrijpen hoe een man in uw positie zo'n ongelooflijk risico durfde te nemen om me hier uit te nodigen op zo'n tijd. Oh, maar je bent het ten volle waard. Kletskoek. Zodra u merkte dat meneer Kinker niet zou zijn, nam u de kans waar. Nou, wat doe je nou onromantisch? Mannen, allemaal hypocrieten zijn het. Wat dat worstcontract van mijn vader betreft. Wie gaat er over de bevoorrading van de Koninklijke Marine? Ik zal mij maandag met de admiraliteit in verbinding stellen. Binnenkort zullen alle adelborsten... Warm. Kostuum. Uit. Even boven verkleden.
Toos! Sjaantje! Sjaanneke! Jeannette, onthoud het nou eens. Nou zeg, dat was even op het nippertje. Wat deed die Toos hier nou verdorie? Oh, de tas vergeten, denk ik. Ja, die is weg. Zeg, en waarom glipte jij van onder dat bed vandaan opeens die kast in? Iemand had je wel kunnen zien. Ik zat de hele tijd in de kast. Nee, toen ik tot er net onder bed lag, was jij er toch ook? Ach, niet waar. Ik was niet eens in de buurt van het bed. En je giechelde nog toen ik... Ik riep nog... joepie, joepie. Ja, dat had ik misschien gedaan als ik er geweest was, maar ik was er echt niet. Ja, maar zoiets bezin je toch niet? Zoiets tenminste niet. Ik geloof dat ik er beter aan doe toch maar een glaasje champagne te nemen. Ja, goed schat, schenk ons maar eens in. Ja, haal het dan even, wil je? Halen? Maar je had het toch al lang meegebracht? Niet waar? Ja, dat moet wel. Ja, wil je nu misschien ophouden met te vertellen dat ik dingen doe die ik helemaal niet gedaan heb? En ik zou jou erkentelijk zijn als jij zou willen ophouden op mij proberen wijs te maken dat ik krankzinnig aan het worden ben. Waar slaat dat nou weer op? Ik zou me verbeeld hebben naast je onder het bed gelegen te hebben. En die champagne die is zeker vanzelf van de tafel gewandeld. Ik had het niet over wandelen. Ik zei alleen maar dat ik hem niet had meegenomen. En als jij hem nog niet hebt meegenomen en ik heb hem niet meegenomen, wat is er dan wel mee gebeurd? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Ach, het kan me niet schelen ook. Ik ga nee, alsjeblieft, blijf. Je bent zo mooi als je boos bent. Ik zoek even de champagne. Ik moet dat bocht helemaal niet meer. Mijn kleine Janineke krijgt haar champagne. Hoe zal ik ooit nog juffrouw Bos tegen je kunnen zeggen? Ja, dat gedeelte van mijn naam onthoud je tenminste. Geestig en mooi. Het is te veel. Of... misschien ook niet. Ik zoek even de fles. Begrijp je dat nou? Kan hem nergens vinden. Laat de champagne nou maar, zei ik toch. Oh, des te beter. Kikkeboe! Schiet nou op. Patience! Patience! Nee, Jeannette! En wie gaat er over de bevoorrading van de koninklijke luchtmacht? Binnenkort zullen al onze jongens jouw vaders worstjes eten. Ik ben benieuwd wie de moeder is. Wie bent u eigenlijk? Politie, meneer inspecteur Spijker. Oh, wacht eens even. Jouw gezicht komt mij bekend voor. Mag ik wel hopen, ja. Hebben wij niet al eens eerder met elkaar te maken gehad, broer? Nog niet, en ik ben je broer niet. Ik ben Hendrico W. de Grip. Oh, ja. Ja, nou zie ik het, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, het is gek, hè, meneer, maar misdadigers en politici, ik haal ze altijd door elkaar. Ja, en ik herken u niet in de gauwigheid en eerlijk gezegd dat ik niet verwacht u hier te vinden. En ik verwacht niet dat de politie zo maar mijn raam komt binnenvallen. Wat wilt u eigenlijk? Oh, wij zoeken nog steeds een gevaarlijke misdadiger, meneer, die zich waarschijnlijk in deze flat verborgen houdt. Zeg, wie ben jij, verdorie? Hé, hey, zit dan niet te zitten, maar zeg eens wat. Ach, kom, meneer, u kent dat mans persoon toch zeker wel? Met wie u hier in bed zit te hotsen, knotsen... Joods mag het weten. Oh, zou ik dan even de naam mogen weten, meneer? Ja. Ja, ja, ja. Ja, Kink. Kink? Ja, Karel. Karel Kink. Ik ben mijn broer. Boudewijns broer, die ben ik, ja. Oh, dus u bent de broer van de vermiste man? Ja, precies, ja. Niet waar? Ja, zeker. Ja, neem me niet kwalijk, excellentie, maar daarnet zei u Joost mag weten wie dat is. Ja, Joost weet het ook wel, maar ik niet, hè. Joost is een andere broer. Oh, en Joost is hier ook? Nee. Ja.
Ja! Oh. Nou ja, u hoorde de minister nee zeggen. Nou ja, dan is het nee. En waar komt u vandaan? Ja, dat wel. Nee, ik kom gewoon hieruit. Au! Australië, precies, ja. Oh, yes. Heel diep uit de binnenlanden. Oele, boele, oele, boele, oe, oe, oe. Bent u daar vandaan komen vliegen, meneer? Yes, so is that. Toen u geland was, ging u natuurlijk direct hier naartoe omdat u zich zorgen maakte over uw vermiste broer. Yes, so is that. Yeah. Hier aangekomen trok u al uw kleren uit en dook direct in bed met de minister. Yes, so is that. Nee, niet helemaal, hè. Nou, legt u dat dan even uit, meneer? Nou, kijk, ik voelde mij niet helemaal lekker. Ja? Of eigenlijk voelde ik mij helemaal niet lekker. Dus vanzelfsprekend bood ik hem een bed aan. Yes, so is that. Helemaal. Blijf voor mij de vraag hoe en waarom u beide spiernaakt in eenzelfde bed terechtkomt. Ja, ja, dat is voor u een vraag, maar voor mij... Oh, eigenlijk ook. Pardon, meneer. Nou ja, kijk, ik had het bed dat hij mij aanbood, had ik nat gemaakt. Pardon? Ja, kijk, mijn kruik, hè, die warm waterkruik, die lekte en daarom ben ik naar beneden gegaan om een tukje te doen in mijn bed, mijn broers bed. Ja, omdat ik wist dat die wel leeg zou zijn omdat mijn broer vermist werd. Oh, die arme stumper. No, stumper. Stumper, that's the word, yes. Maar dat bed, dat was niet leeg, hè? Nee, meneer de Greep, die was er ook. En ook helemaal bloot. Yes. Ik dacht dat uw slaapkamer boven was, excellentie. Ja, dat is ook zo. En als u zich afvraagt waarom ik die niet gebruikte... Ja? Mijn kruik lekt ook. Het is toch wel toevallig, hè? Niet waar? Ja, nog één klein vraagje. Nee, helemaal geen kleine vraagjes meer. U hebt absoluut niet het recht ons met vragen lastig te vallen. Ja. Er zijn hier geen misdadigers en er worden hier geen strafbare feiten gepleegd. Dus laat u ons alsjeblieft alleen om door te gaan. Huh? Ja. Laat u ons alsjeblieft alleen. Ogenblikkelijk. Of liefst nog eerder. Achoo! 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 Hoor eens even, de rapsodie in Nice grote tekst. Nou, niet van het een of ander, heren, maar ik heb zo'n gevoel dat die Joost hier ook in bed ligt. U maakt grapjes, inspecteur. Grapjes, meneer? Nooit meer dan één tegelijk. Zullen we maar even kijken? Oh, nee. Dit is Tipje, mijn poes. Oh. Die ligt hier altijd. Aardig beestje. Niks aan de hand, inspecteur. Goedenacht. Ja, ik kan u natuurlijk niet dwingen, excellentie, maar ik waarschuw u dat ik genoodzaakt zal zijn rapport uit te brengen van zowel de omstandigheden waarin ik u aantref, als mede uw uiterst onbehulpzame houding en zaken mijn opsporing naar een gevaarlijk individu. U zult deze inbreuk op mijn privacy ten zeerste betreuren. Ja, waarschijnlijk wel, meneer, maar ik zou het heb je toch graag even willen zien. Gek ben ik op poezen. Achoo! Wel, met een scheiding in het midden. En hoe is de naam, jongeman? Joost. Oh. Nou, dat is niet Joost, maar dat is Josien. Nou, het is een fraai gezicht hoor, heren. Of niet natuurlijk, hangt er vanaf wie je op het oog hebt. Voor de aanwezigheid van deze dame is een uiterst simpele verklaring. Oh, yes. En aangezien ze niets met mij te maken heeft, zal de heer Kink die geven. Oh. Oh, en wilt u die werkelijk weten? Heel graag, brave borst. Oh, yes. Nou, kijk, inspecteur, dit is doodeenvoudig, juffrouw Bos. Uit het bos. Oh, uit het bos, ja. Uit het bos. Uit de oerwouden van Australië. Ja, oele boele. Kom, kerel, daar hoef je toch niet voor te schamen. Kijk, dit is Gerda Kink, die met haar man is meegekomen uit de bush. Ja. Niet waar, Kasper? Ja, Karel. Oh, ja. Yes. Dat is uw vrouw. Dat is mijn vrouw, ja. Nou, dat is nou de eerste keer dat zij weg is uit... Nou, daar hebt u het uit ons bosrijk plekje. Ja. Oh, zo te zien heeft ze heim mee. Nou, heer, ik stel voor dat we allemaal naar de andere kamer gaan, ja? Ja, gaat u voor, inspecteur, wij komen zo. Nee, meneer, u gaat voor. Oh, dat wordt een precaire situatie.
Ja, nog wat? Een uur is te lang. Gaat u vast naar binnen en neemt u een drankje, inspecteur? Nee, meneer, niet in diensttijd, dank u wel. Au! Neem me niet kwalijk, ik dacht dat het de mijne was. Maar het was de mijne. Wat doe nou, je hebt toch iets... Laat nou los. Ja, maar wacht nog Nou, niet kwalijk, maar ik had de indruk dat u onderweg was naar uw buitenverblijf in Overijssel, klopt dat? Ja, dat was ook zo, maar ik was mijn portefeuille vergeten. Oh. En toen ik terugkwam, toen vond ik aan de deur mijn goede oude vriend en zijn vrouw. En die heb ik toen binnengelaten. En nou heb ik maar besloten om morgen te gaan. Ja, en u besloot allemaal naar bed te gaan om 7 uur. Ja, dat komt mijn goede oude vriend... Karel, meneer. Karel, dank u wel. En zijn vrouw Geertruida. Gerda, meneer. Ja, ik zeg altijd kortweg Geertruida. Ja. Zolang het duurt natuurlijk, maar ja, gaat hij verder. Wat was nou de reden dat iedereen meteen in dat bed ook daar? Nou, kijk, dat... Huh? Oh, yes. Look here. Wij tweeën waren doodop van die reis. Ja. En hij was ook doodop van al dat handen schudden van oeleboele, oeleboele. Excellentie, lijkt me verstandiger als ik me even onder vier ogen spreek, ja? Uitstekend, inspecteur. Ga jij even wat aandoen? En jij ook, want dit lijkt wel een luier. Ja. Ik verwacht een verklaring straks. Ja, maar ik moet u waarschuwen. U hebt een vijand in huis. Jij ook, en dat ben ik. Ja, excellentie. Excellentie, nu dat we alleen zijn, vind ik dat u moet weten dat de politie vanavond een inval heeft gedaan op een erg wild feest in Voorburg. Naar aanleiding van een tip dat de heer Boudewijn Kink daar te vinden zou zijn. Boudewijn Kink op een wild feest? U bedoelt een orgie met meisjes en zo? Ja, meneer, er waren een heleboel meisjes, inderdaad, ja. Ik heb altijd gedacht dat Boudewijn Kink niet wist hoe een vrouw in elkaar zat. Oh, nou, misschien heeft hij dat al vanmiddag geleerd. Maar hij staat toch niet gevonden, wel? Nee, meneer, hij niet. Maar een aantal mensen is hem gesmeerd. Waaronder een vent die 2 agenten elkaar heeft geslagen. En dit individu is het laatst gesignaleerd toen hij via de brand op deze flat binnenging. Die Boudewijn Kink, wie had dat ooit gedacht? Nee. En waar is dat gebeurd? Oh ja, dat gebeurde boven de seksclub die de illustere naam draagt, het Keteltje, meneer. Oh, Ketel. Ja. Dat verklaart alles. Daarom ging hij daar naar binnen. Zo. Had hij zijn gereedschap bij zich? Pardon? Oh ja. Hey, dat is een grapje van mij. Oh. U moet weten, de heer Kink komt uit de familie van louter loodgieters. Begrijpt u? Ja. Maar die zaak staat ons wel zeer slecht bekend, meneer. En dan veronderstel ik dat het tot u doordringt dat dit allemaal een poging zal zijn geweest om u en de hele regering in opspraak te brengen. En dat toont weer eens aan hoe zorgvuldig men zich dient te gedragen. Zelfs in eigen huis. En hier wilde ik het maar even bij laten. Goeienacht, excellent. Goeienacht, inspecteur. Goeienacht, excellent. Zeg, je zult het niet willen geloven, maar die Boudewijn Kink is op een soort orgie geweest. Waar? Ja, een zaken De Pot in Voorburg. Oh, nee, niet Pop.
Ketel, ketel, nou weet ik het weer. Nou, je begrijpt, daar wil ik meer van weten. Waar is hij? Hij is naar boven. Oh, dankjewel. Oh, juffrouw Bos, nu ik het toch even zie. Ja, ik wil eventjes mijn excuses aanbieden voor al deze omstandigheden. Ja, ik vind het verschrikkelijk voor u, hoor. Nou ja, laat u nog maar. Ja. Maar de grote baas heeft u nog nodig, want hij wil wat meer weten over die, die ketelaffaire. Oh, ketelaffaire? Nu? Op dit moment, ik dacht dat we op dit moment wel belangrijker zaken te bespreken hadden. Bovendien, alles staat in die folder. Heb je daar ook een folder over? Ja, alles staat erin, hoor, met foto's. Ja, juffrouw Bos, foto's. Foto's één kleur. Kijk, juffrouw Bos, hier hebben we onze nieuwe gepatenteerde verwarmingsketel. Kijk, de naverbrander zit er links tegenaan. Oh, juffrouw Bos, ik vind politiek geweldig, maar dit heeft mijn grote liefde. Kink, hey. Kink, ik wil dat je me alles, maar dan ook alles vertelt over die zaak. Dat zei juffrouw Bos al, dat begreep ik. En daar sprak ik tegen. En dat wil ik natuurlijk graag doen, maar vindt u dit wel het juiste moment om over te praten? Ja, wel zeker, wel zeker. Nou ja, heel graag zou ik zeggen, vertelt u maar op, wat wilt u weten? Alles. Alles! Onnodig te zeggen dat mijn belangstelling van zuiver technische aard is. Natuurlijk, ja. Ik zal er ook niet zo gauw instappen. Oh, kijk, ja. En dat zou ik u nou juist wel aanraden. Ja, want ik heb het boeltje daar bij u eens goed bekeken, maar de zaak is wel aan vernieuwing toe. Wat vertel je me nou? Ja, kijk, vroeg of laat, en als u het mij vraagt eerder vroeg dan laat, gaat het zaakje lekken. Ja, kind, bemoei je nou niet met mij. Ik kan best voor mezelf zorgen. Maar vertel nou eens, hoe ben jij eigenlijk in die zaak terechtgekomen? In die zaak? Oh ja, ik begrijp wat u bedoelt. U bedoelt hoe ik terecht kwam in de zaak. Ja. Nou, kijk, eigenlijk door als kleine jongen al te beginnen. Ja. Ja, ik was 14 jaar en daar begon het, want ik was alleen thuis. De telefoon ging, ik neem op en ik hoor een vrouw aan de andere kant van de lijn zeggen: jongeman, is jouw vader thuis? Want ik weet me geen raad. Ik zeg: mevrouw, kunt u het misschien ook met mij af? Toen zegt ze: kan me niet schelen wie er komt, maar er moet bij mij wel wat gebeuren. Ik zit met de hele handel hier omhoog. Ja, en excellentie, ik drap af en weet maar dat ik mijn best gedaan heb, hoor. Mijn vader was ook dol tevreden. Hij zegt: jongen, daar ben ik nu te oud voor. Die klusjes zijn thans voor jou. Ja, ik zie u kijken, excellentie. Ja, ik begrijp het, er is op het ogenblik iets veel belangrijkers waar ik het over zou moeten hebben. Nogal weer? Ja, want excellentie, ik zou u moeten bekennen. Ja, vanmiddag ben ik op een uiterst ruig feestje geweest. Ja, dat weet ik toch. Oh ja? Ja. En dat sta je me net allemaal te vertellen. Is niet waar. Wel, ik vroeg jou om de bijzonderheden en je gaf ze me. Nou, het was fantastisch. Smerig, het kon het niet. Ik begon toch te vragen over allerlei details van die verwarmingsketel, alstublieft. Die heb je ze hier. Ja, kijk. Verwarming? Denk je dat ik daarover wil praten na al die walgelijke dingen die jij mij vertelde, hè? Nee, walgelijk, dat moet u nodig zeggen, excellentie. Wat deed u met de secretaresse in mijn bed? Er is een uiterst simpele verklaring voor de aanwezigheid van juffrouw Bos in dat bed, ja. En wat voor een aanwezigheid? Nou, vertelt u eens op, hè? Dat zal ik je wel eens vertellen als mij dat uitkomt. Ik zou het nu op prijs stellen als je mij met deze oneindig respectabele jonge dame alleen zult willen laten. Oké. Als u dan een of ander verhaaltje in elkaar draait, ik ga even wat eten, want ik heb de hele dag nog niks gehad. Hoe was dat orgieverhaal? Zorgwekkend. Je zult weg moeten bezitten in de ellende. We? Nou ja, goed, ik dan. Die kinkel van een kink die zou me kunnen chanteren en dat weet hij. En daarom moet jij naar huis. Ja, hoe kan ik dat nou? U heeft me toch aan hem uitgehuwelijkd? Ik bedoel, stel dat die rechercheur terugkomt. Het zou toch heel raar zijn wanneer Gerda Karel in de steek laat? De huis gaat op de Dennenweg in plaats van de Bush in Australië. En ik ga helemaal niet rondbanjeren in dat rotweer. Nee, ik geloof dat je gelijk hebt. Je moet blijven. Ik zal Boudewijn Kink er wel van overtuigen dat jouw aanwezigheid hier volkomen onschuldig is. Ja, dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Nee, dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Ik weet het. Ik weet het. Wij werkten nog laat door. Jij had een of andere ziekte die steeds terugkeerde. Je kreeg een aanval. Ik kleedde je uit en legde je in bed. Voilà. Vraag. Wat deed u dan naast me in bed? Ja, wat deed ik naast je in bed? Ja. Oh, dat weet ik ook. Ik pas de mond-op-mond beademing toe. Maar voor zoiets hoef je toch niet uit te kleden? Ja, ik wel, want ik krijg er altijd reuze warm van. Daar trapt hij nooit in. Oh, hij wel, hoor. En wat voor een afschuwelijke ziekte heb ik dan? Ja,
Geen idee. De portefeuille van volksgezondheid heb ik geweigerd. Maar ik heb wel een medische encyclopedie. Ik zoek wel even wat op. En waarom ga jij niet vast naar boven en wacht daar op mij? Oh, denkt u er nog steeds over? Wat die EEG betreft. Levert Holland nou ook vleeswaren aan het hoofdkwartier? Boodschap ontvangen! Heel de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zal die worstjes geserveerd krijgen! Vanavond was ik voor het eerst doodsbenauwd, maar ik geloof dat ik alweer aardig bovenop begin te komen. Ik moet zeggen, u heeft wel lef. Ja, in de politiek begin je niks zonder risico's. En jij gaat nou naar boven en dan ga ik nog even een medisch onderzoek verrichten. Nou heb ik jou te pa... Waar is hij nou? Gekkie man! Ha! Hallo, Toos. Jeannette? Oh, ik zie het al. De minister is zeker niet naar het congres gegaan. Nee, we werkten wat langer door en toen werd ik plotseling ziek. En toen moest ik me uitkleden en toen paste die mond-op-mond-beademing toe. Wil je echt dat ik dat allemaal geloof? Nee, maar wil je soms dat ik geloof dat er bij jou een snor groeit? Heel apart. Zeg maar, je bent drijfnat. Ik kwam in die buitenrecht zonder jas. Nou, kom dan mee naar boven en doe de jurk uit. Ik heb niks anders om aan te trekken. Oh, dat geeft niks. Vanavond dragen we geen van alle kleren. Nou. Dat is wel het stripavondje wel, zeg. Een kwartetje. Maar ik heb hem te pakken, hoor. Ik heb hem te pakken. Waar heb ik eindelijk iets eten? Oh, dan verslik ik me. Hallo, schat. Ja, eens is het toch genoeg, hè? Kleed je aan en maak dat je wegkomt. Ja, wie bent u? Wat doet u? Ik weet wie je bent. Je bent een van die meiden die mij vanmiddag ontvoerd hebben. Ga alsjeblieft terug naar het volgende feestje van je. Dan ga je me ander verleiden. Maar ik begrijp niet wat u bedoelt. U heb ik toch nog nooit verleid. Alleen mijn kamer uit en snel. Maar dit is uw kamer helemaal niet. Wat? Dit is de flat van meneer Hendrik de Geest. Zeg, ben je voor hem gekomen? Ja. Alsjeblieft, nog geen wie volgt. Is u thuis? Ja, daar weet ik niet. Maar wie ben je? Wat wil je? Hij belde me vanavond op en vroeg of ik langs wilde komen. Ik zei dat ik niet kon, maar nou kan ik plotseling wel en hij zal wel blij zijn. Het is niet te geloven. Zeg alleen maar dat Tara er is. Die Tara, het is niet te... Hoe krijgt zo'n kerel het voor mekaar, hè? Ik weet wie jij bent. Jij bent Tara Goedereden. De vrouw van onze hooggewaardeerde roddeljournalist, hè? Vrouwtje Goedereden, die ben je. Wat? Alsjeblieft. Als mijn man erachter komt, maakt die Henkie kapot. Ja, weet jij hoe groot de oplage van dat blad is? Ja, veel. Oké, blijf dan hier. En als je geen moeilijkheden wil, hou je rustig, hè? En blijf zitten. Hoor je wat ik zeg? Zitten! Zo. Oh, wacht even, mijn broodje. Kijk eens aan. Dag, agent. Agent, moet je horen. Agent,
Ik weet het weer, hoor. Wat u vergeten was, waarom ik hier ben. Die notelaar van boven, hè. Weken geleden had hij het over bepaalde geruchten. Over toestanden hier. Tjonge, jonge, jonge, nou ze kloppen, hoor. Het hele huis staat bol van de lichte vrouwen. Nee, licht van de bolle vrouwen. Moet u horen. Agent. Ja. Ik heb hem te pakken, hoor. Hij hangt en de regering ook, maar ik sla niet eerder toe eer ik hem op heterdaad kan betrappen, begrijpt u wel? Dus, mondje dicht. Kink, ja, Kink, ik moet je even wat uitleggen. Nee, ik moet u iets uitleggen. Er dreigt gevaar, groot gevaar in de kast. Maar geen namen. Gevaar in de kast. Het oude lijk in de kast. Oud lijk, hier, oud, zo. Oh. Ja, in de kast. Waarom doe jij zo idioot? Nee, begrijp het nou. Dat dreigt gevaar. U zit tot over uw oren in de kattenbak. De kattenbak. De kattenbak. Ach, man, stel je niet zo aan. Ik weet Bets dat hij hier was, compleet met koffer. Wist u dat dan? Ja, ja. Maar ik wilde jou eventjes uitleggen waarom juffrouw Bos in dat bed lag. Nee. Hou stil, dat wordt nog gekker. Er is er nog één. Uw vriendin zit... Vriendin zit... uw vrienden zitten, meneer de voorzitter. Zeg, heb jij een borrel op? Nee, u kunt niet naar binnen. Ja, mijn tas ligt er nog. Nee, u mag gewoon niet naar binnen. Ja, maar ik blijf er niet. Nee. Ja, tararara, 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 Nee, begrijp het nou. Ik heb alleen ontzettend veel zin in zang en dans. Oh, het ballet, dat vind ik zo mooi. Nee, het mooiste van alles, dat is een symfonie. Het einde van een symfonie, het schoonste wat er is. Hè? Zo van ta ta ra 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 ta ta ra ra ta ta ra ra ta ra ta ra ta 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 ra ta ra ta ra ta ra. Ja, mij kan... Mij kan het niet schelen, maar ik denk dat Toos het niet zo leuk vindt. Is Toos hier? Ja, ze is boven of beneden, niet daar, via de andere trap. Ja, wat is er? Stil! Is Toos hier? Maar dat is afschuwelijk. Waar is Boudewijn? Op zoek naar jou. Je houdt je rustig, hè. Oh, dag Toos, tango. Haratatara, ratatira, tarira. Haratatira, tarim, param, para. Tara, rabombine. Nu schallen uit volle borsten, daar gaan we, hoor. Tara! Tara! Ja, ik had een hele goede reden om te zingen en te dansen. Goede reden. En het is de naakte waarheid. Misschien willen de dames ons even excuseren. Boudewijn Kink heeft dringend psychiatrische hulp nodig. Oh, gaat u nu hem in bed leggen? Eruit! Is Tara Goederede hier? Ik bedoel daar? Ja, daar uitgekleed en wel klaar voor actie. Hoe kon u? Oh nee, hiervoor is een uiterst simpele verklaring. Oh, ja? Ja, wij repeteren namelijk een toneelstuk. Ah, oh, dat zal dan wel een passiespel zijn, hè? Vol liefde en hartstocht, komt dat zien, komt dat zien. Zeg, Kink, niet brutaal worden. Luister, ik ga even met de praten. Ja. Intussen blijf jij hier op wacht staan. En als er iemand komt, dan blaf je. Blaffen? Tara, lieveling. Oh, Henkie, man. Ik moest plotseling naar Amsterdam voor een interview, dus ik ben er toch nog. Nou, dan had je me wel eens mogen waarschuwen. Ja, maar ik wou je verrassen. Nou, dat heb je dan ook gedaan, ook. Met Tara, lieveling, je zult weg moeten. Ik ben ernstig ziek. Het vonnis is vanavond gevallen. Ja, maar je gaat toch niet dood? Nee, nog niet. Maar de dokter heeft gezegd dat ik kalm aan moet doen. En vroeg naar bed, in mijn eentje. Dan red ik het misschien nog net een nachtje. Henkie, man. Ik heb stemmen gehoord. Ja, je bent de tweede Jeanne d'Arc. Dat heb ik altijd al gezegd. Vrouwenstemmen!
Ja, dat is een heel droevig verhaal. Wat? Dat is een goede vraag. Die zoeken we op, ogenblik. Oh, wolf, 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 wolf. Luister, ja. Hoe krijgen we de duif vandaan, de zitkamer door, de flat uit? Zeg, wat hebt u met haar gedaan? Kan ze niet meer lopen? Zonder dat Toos of Bos haar zien, suffert. Die kunnen elk moment de kamer binnenkomen. En met het geluk dat ik vanavond heb, zal het ook wel gebeuren. Ook. Nee, nee, ik heb het. Ja, u doet net alsof u een stierenvechter bent. Een stierenvechter? Ja, een stierenvechter. U neemt gewoon een politiejasje of zo. Dat hangt u zo'n beetje zo over een bezemsteel. En dan zingt u een liedje zo van Toriador, pas op, er komt een stier. Dat kent u, hè? Dan gaat het meisje achter dat jasje zitten. En zo zwaait u haar de deur. Nu ja, hij verder, hup, weg de gang door. Deur uit en zo. En nog een paar leuke movementen zo van olé en viva zapata en van tamperimen, primi, primi, tam, tamperimen, primi, 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 primi. Dat klinkt gek, maar het werkt wel hoor. Waarom doe jij zo'n idioot voorstel? Ik heb het zelf in de hand gehad. Ik ben geen stierenvechter en ik wil het niet worden ook. Ik ben minister van Binnenlandse Zaken tot morgen als ik meer niet uitred. Ik heb het! We nemen haar in de sandwich. Ja, nou nog eens zo'n idioot voorstellen. Nee, dit heb ik eens een keer in een show gezien. Kijk, we nemen aan, dit is het meisje, u en ik zijn het broodje. Dan nemen we haar stevig tussen ons ingeklemd. En dan manoeuvreren we zo dat wanneer er iemand binnenkomt, dan kijken we in de richting van die bepaalde persoon. Kijk, leuk kopje heeft ze dan. Huh? Ja. Zal ik jou eens wat zeggen? Ja. Dat kan werken. Weet Tara wie je bent? Nee, ik geloof er niet. Ja, momenteel weet ik het van mezelf nauwelijks. Nou, kop op, sleep me hier doorheen en ik maak een echte minister van je. Kom mee. Tara, lieveling, ik heb je nog niet voorgesteld aan Bisschop Kiek. De eerwaarde tweelingbroer van onze arme Boudewijn. Bisschop? U ziet er niet uit als een bisschop. Nee, hij is net in pad geweest. Oh. En waarom gaat de bisschop hier in bad? Nou, hij was smerig, is niet zo? Ja, ik viel en bevuilde mij. Maar waarom hier? Ja, dat is een heel droevig verhaal dat ik je graag wil vertellen. Hij is zojuist per vliegtuig hier aangekomen om een verzoening tot stand te brengen tussen de katholieke kerken van Australië en Nederland. Oh ja? Ik wist niet. Oh! Dat die ruzie hadden? Nou, en een hele ernstige ook. En dat is het hem juist. De pers is daarachter gekomen. En die kunnen elk moment met z'n allen hier zijn voor een persconferentie. Oh nee. Nou, je begrijpt wat ze zien als ze jou zo hier vinden. Oh, God allemachtig. En jij kent hun vunzige gedachten. Want jij bent met een van hen getrouwd. Ja, wat moet ik doen? Nou kijk, Bisschop Kink zal ons laten zien hoe we je hier weg kunnen krijgen. Gaat uw gang, eerwaarde. Ja, bedankt, mijn zoon. Jonge dame, u komt dus tussen ons in te staan. Wij manoeuvreren dus zo dat wanneer er iemand binnenkomt, kijken wij in de richting van die bepaalde persoon. Het hele geheim is, kom hier, met de militaire precisie. Dus stevig tegen elkaar. Links beginnen, voorwaarts pas. Hé, jum, jum, ham, 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 en halt. Achterwaarts pas. Hé, ham, 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 uit de flank. Hé, ham, 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 en halt. Rustig. En dan linksaf. 1, 2, hap, hé, hap, hap. Hap, 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 halt, richten op Toos. Ja, ha, 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 ha. Wat voeren jullie uit? Hey, ham, 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 ham. Wat wij uitvoeren, wij oefenen voor het grote defilé op Paleis Soestdijk. Leden van de Tweede Kamer defileren niet op Koninginnedag. Nee, maar dit is een van de nieuwste initiatieven van onze Dries en Hans. Hey, hey. Hey, ham, ham. Parim pare parim hai ham ham pare 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 ta pa pare pare hai hai. Oh, je van Bos, ahoy! Hey, hey, ham, hai, ham, ham, ham. Ja. Oh, ik vraag me af op. Wat gebeurt hier? Sla je me dood? Zo, terug naar de kazerne in Lopers. Ja. Lang leven de koningin, hiep, hiep, hoera, en halt rust. Ja, ja, wat heet rust, hè? Een minister zal jij nooit worden, Oen. Bisschop,
Een rok? Hé, dat is mijn rok. En wie is dat dan wel, excellentie? Dat is een van meneer King's kiezers, de weduwe Blootsma. In haar naam zit haar karakter al verborgen. Dat is dat mens van Bos! Nee, nee, nee. Oh. Ik wist dat je achteraan loopt! Ja, zeg, ik laat me niet op mijn kop zitten. Nee, 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 nee. Allemaal te betekenen hier? Rien. Je suis noté, hè? Je suis Karel Kuin d'Australie et ça c'est ma femme Jardie. Ja, meneer, dat weet ik, maar ik vroeg wat u aan het doen was. Oh, yes. Nee, wij pleiden een pleetje. Een spelletje. Wat voor spelletje? Oh, struikrovertje. Dat kent u wel, hè? Struikrovertje. Ja, meneer, als kind speelde ik dat ook, maar nooit zonder kleren aan. Nee, maar dit is stripstruikrovertje. Nou, dat is een bekend Australisch spelletje. Oh, splendid, agent. Inspecteur. Oh, nou, ik heb de naam niet goed verstaan. Spijker, meneer, en soms ben ik spijkerhard. Ja, ik weet het weer. Nou ja, u kent nou iedereen. Nee, meneer, iedereen kent mij. Ik geloof namelijk niet dat ik het genoegen heb... Oh, wacht eens even, u ken ik toch? Nee, nee, dat ken u niet. En die andere ook niet. U gaat me toch niet vertellen dat er nog meer mensen uit de Rimboe zijn, wel? Ja, dat zijn twee nichtjes van mij uit de Nieuw-Zeelandse woestijn. En omdat ze het wat koud hadden, hebben ze wat aangetrokken. Ja, mond houden. Het wordt tijd om de inspecteur de waarheid te vertellen. Ja, ik vind ook dat het er maar eens van moet komen, excellentie. Ja, inspecteur, het is nutteloos om u nog langer te bedriegen. Ja. Kijk, de kwestie is dat Gerda Kink, hè... Ja. Dat is de vrouw van Karel. Ja, meneer, ik ben op de hoogte van een familiebanden, maar gaat u verder, alstublieft. Nou, kijk, Gerda Kink is ernstig ziek. Werkelijk? Oh! Niet waar, Karel? Oh, oh, yes, maar al te waar. Dat zou je anders ook niet zeggen, hè? Nee, maar dat is juist haar tragedie. Het ene ogenblik is zij bloeiende, het volgende ogenblik in de knop verwelkt. Ja, en toen u de eerste keer zo plotseling de kamer kwam binnenstormen... Ja? Waren haar man en ik in feite bezig met mond-op-mond beademing. Allebei tegelijk. Oh, yes. Ze heeft maar één mond. Oh, yeah, yes. Nou ja, in uitzonderlijke gevallen... Karel. Oh, yes. Haar man en ik deden het om beurten in wanhopige pogingen haar aan de gang te houden. Het is toch niet te geloven, hè? Ja. En wat zijn de problemen? Nou, door een samenloop van omstandigheden... Ja? Lekte haar kruik ook. Weet u wat, excellentie? Doet u verder maar geen moeite. Nee, nee, inspecteur. Ik sta erop om het te vertellen, want u hebt er zelf om gevraagd. Kijk, mevrouw Kink stapte in bed en kreeg een hevige elektrische schok... die resulteerde in ventriculaire fibrillatie. Ventri wat? Ogenblik. Ventriculaire fibrillatie. In lekentermen is dat zoveel als... haar beide ventrikels zijn in slechte staat. Ik wist niet dat een dame ventrikels had. Oh yes, she has. Het zijn haar kamers. Pardon? Haar hartkamers, weet u wel, links-rechts. Hetgeen resulteerde in fibrillatie, ademnood en volledige verlamming van beide longen. Dat is erg naar, meneer. Ja. Dat is erg naar. U had een dokter moeten laten komen. Oh, maar dit heb ik gedaan. Oh, yes. Heb ik gedaan. En zij is gekomen, een expert op dit gebied, dokter Schut. Nee. Hoe maakt u het? Ik ben dokter... Snel. Snel. Schil. Staal. Stam. Steun. Stil. Heeft u deze dokter laten komen, meneer? Oh yes, er is geen betere dan die daar. Nee, dat snap ik, want ik zie dat ze heel wat in haar mars heeft. Nou, inspecteur, als u dit erg vindt, mijn vrouw is toe aan een hernieuwde mond-op-mond beademing. Haie poe, haie poe, haie poe. Als u niks meer te vragen heeft. Nou, toevallig heb ik dat nog wel, ja. Oh, wat jammer. Ja, u heeft me namelijk nog niet voorgesteld aan deze andere dame. Oh, wat dom. Dit is zuster Heidemey. Oh. Dat is dus de assistente van die dokter... Ja? Dokter... Schut! Schut! Oh, pardon.
Nou ja, zoals ik al zei, dit is dus zuster Hanemoos. En u bent inspecteur? Spijker, meneer. Ja, dat herinnert u zich nog wel. Prettig u weer te zien, zuster. Nou, laten we nu even allemaal herhalen. Tot nu hebben we mevrouw en meneer Kink uit de Rimboe. Mevrouw Kink hier top met haar kamers. En voor medische hulp is ingeroepen dokter. Schut, schil, staal, stom, steun en stil. Hangt af van wie er aan het woord is. Begeleid door zuster Heidemee of Hanemoos. Die uitzonderlijk veel lijkt op de verloofde van de heer Boudewijn Kink. En welke ik al eerder deze avond ontmoet heb. Oh ja, het is misschien een stomme vraag, dokter, maar legt u altijd uw visites af in ondergoed en nachtpon? Oh ja. Ja, want zij is nachtdokter. En zij is nachtzuster, dus als die twee 's nachts op pad gaan, ja, dan nemen ze hun 's nachts spulletjes mee, hè? Precies. Ja, wat klopt het allemaal lekker, hè? Schitterend, heren. 10 voor het proberen, maar het werkt niet. Dus u noemt ons leugenaars. Nou, meneer, laat ik het zo zeggen. Als ik uw vrouw was, stond ik hier niet met een potlood in mijn hand, maar met een deegroller. Ja, ik zou het op prijs stellen als u mijn vrouw hier buiten hield. Ja, dat begrijp ik maar al te goed. Intussen, dames en heren, waarschuw ik iedereen dat degene die dit pand verlaat, geschaduwd zal worden. Best wil natuurlijk. Goedenacht. Goedenacht, inspecteur. Komt u nog eens langs? Zuster Heineman. Hij had Toos al lang ontmoet, ja. Grote kluns. Ja, maar dat wist ik niet. Ja, ik begrijp het. Oh, ja, niets kan ons meer redden. En wat doen we nou met die daar? Nou, er is maar één oplossing. Als die Sherlock Holmes terugkeert, dan zullen Karel en Gerda Kink verdwenen moeten zijn. En Boudewijn Kink veilig en wel terug, hersteld van een aanval van geheugenverlies. Klopt niets van. Huh? Hij hoeft alleen maar even buiten bij de politie te vragen. En die zouden zeggen dat ze niemand hebben wegzien gaan. En Boudewijn Kink niet hebben terug zien komen. Een sterk punt dat ik in de ministerraad naar voren kan brengen. Hoe inefficiënt de politie werkt. Tegenwoordig. Zou het niet beter zijn om steekpenningen te betalen? Nee, onmogelijk. Ze zijn totaal onomkoopbaar, walgelijk. Goed. Boudewijn Kink komt op mysterieuze wijze terug. En wat gebeurt er nu met mij? Ja, als die detective terugkomt, dan zul jij je moeten verstoppen. Maar ga intussen even naar mijn studeerkamer en stel daar een verklaring op voor de pers over de verdwijning van Boudewijn Kink. Hè? Maak het maar kort zoiets. Te veel werk dat geleid heeft tot kortstondig geheugenverlies. Oké. Okay. Ziezo, dat is dat. Verroes je snor. Ja. Oh, ik heb een valse gekocht. Die is boven. Oh, slim vrouwtje. Haal hem even wat je... En ga jij wat aantrekken? En zou jij me dan alsjeblieft willen vertellen wat dat mens van Bos hier doet? Tara, lieveling, dat is een heel droevig verhaal dat ik echt niet meer kan horen. Hm. Maar waarom ga jij niet vast naar boven en wacht daar op mij? Wat moet de bisschop daar dan niet van denken? Oh, helemaal niet. Wat sta je daar nou te staren? Naar u. Neem die afkeurende uitdrukking van je gezicht. Dat kan ik niet, want ik sta verbijsterd over uw gedrag. Ik heb u geprobeerd te waarschuwen. U wilde niet luisteren. Is dat een dreigement, King? Nee, maar kijkt u maar eens in de kast, hoor. Hij heeft alles gehoord en gezien. Legt u het er maar uit. Ja, waar heb je het over, wie? Kom er maar uit, hoor. Meneer de Kat. Oh, waarom heb je me dat nou niet eerder verteld? Eerder? Nou, dat heb ik wel 100 keer geprobeerd. Ja, zeg. Wat is er met hem? Ja, op het ogenblik slaapt hij. Ja, wat weet hij? Wat heeft hij gehoord? Nou, om te beginnen weet hij dat u het hele huis vol gepropt hebt met allerlei vrouwen. Ja, ja. Oh, wat een dof ellende. Het geluk is ook niet met... Ik weet het. Als we nou alles glad strijken voordat hij wakker wordt, dan zeggen we gewoon dat hij alles gedroomd heeft. Ja. Hij wordt wakker. Johanna, schatje, wil je me nu even instoppen? Stop hem in. Ja, opa, ik kom. Is alles zo goed, opa? Lekker ingestopt en een kruikje. Wegwezen, joe. Dankjewel, hoor, liefje. Geef opa nu maar een nachtzoen. Zo, vooruit, Johanna. Geef opa een nachtzoen. Vooruit, Johanna. Geef opa een stevige pakken. Maar ik zoen geen mannen. Ach, dit is geen man, dit is een monster. Zoen hem nou maar. Dankjewel, hoor, liefje. Ook al heb je je vandaag niet geschoren. Ja.
Zeg, als jij een valse snor draagt, dan mag je ook wel wat behoorlijke kleren gaan aantrekken. Ja, nou, dan zegt u wat behoorlijke kleren. Ja, maar wacht eventjes, al mijn kleren zijn in mijn eigen flat, hoor. Ah, je bent hier toch niet naakt naartoe komen lopen, wel? Nee, maar ik was wel erg hip gekleed. Kijk, op dat feestje van vanmiddag hebben ze alles gestolen. Het enige wat ik hier heb, is mijn trouwkostuum. Nou, dan trek je dat aan en dit is je verhaal. Ja. Luister. Je had je verkleed, je ging in eentje wandelen en je raakte je geheugen kwijt. Mm-hmm. Ja, kerel, we zitten samen in hetzelfde schuitje, jij en ik. Hetzelfde schuitje. Ik mag me misschien als een gek gedragen hebben, maar ik was tenminste bedwelmd en ontvoerd. Maar bij u zit het anders, hoor. U zoekt het zelf maar uit. Is dat nou de trouw die ik van jou mag verwachten? Trouw? U durft te praten over trouw? U haalt hier twee dames op één nacht in één huis met maar één bedoeling van je piep, Jan Knor. Ik ben dan niet getrouwd, maar ik neem dan ook niet eens één vrouw mee naar huis. Ik vind zulks walgelijk. Ja, inderdaad, walgelijk. En ga je nou maar verkleden. Het is altijd hetzelfde bij. Het is altijd het laatste woord. En dan pikt hij mijn borreltje ook nog in. Hallo? Wat? Oh nee, alsjeblieft. Kijk, wie had het daar over walgelijk? Ja, maar ze komt toevallig maar even binnenwippen. Ken jij dit meisje? Nee, nou ja, af één keertje maar. Ik kom voor hem. Ik kom voor u. Kennen wij elkaar dan? Nee, toch? Nog niet. Ik kom met een voorstel namens Ton van der Recht. Wie is dat? Ton van der Recht? Dat is die agitator, u weet wel, die altijd politieke acties voert. Ton van der Recht. Die anarchist? Ja, precies. Van zulke mensen neem ik geen voorstel aan. Nou, mooie kennissen hou jij erop na, Kink. Kinkel, mag ik wel zeggen. Zeg, doe niet zo rot tegen hem. U heeft weinig recht van spreken. Pardon? Weet u nog toen u zich onder dat bed verstopte en joepie fluisterde? Ja. Hoe weet jij dat? Nou, dat was tegen mij. Ben ik duidelijk? Overduidelijk, mag ik wel zeggen. En wat is dat dan voor een voorstel? Ton en nog een heleboel anderen vinden dat u ondemocratisch bent. De vrijheid van meningsuiting die lapt u aan uw laars. En u verzint allerlei wetten tegen het recht van demonstratie. Precies. Dat doe ik om een chaos te voorkomen. Oh ja? Nou, wij zullen zorgen dat dat niet lukt. En hoe dan wel? Naar alle kranten van Nederland sturen wij de foto's. Foto's? Wat voor foto's? Die ik gemaakt heb door het raam. Van u. En Boudewijn in het bed met een meisje. En later nog eens rond met drie meisjes. Als het kabinet valt, dan ben jij verantwoordelijk. Jij! Ik? Ja! Want jij hebt er hiermee naartoe genomen. Nou ja, waarom ben je nou teruggekomen? Je had me beloofd om geen trammeland meer te schoppen. Dat had je beloofd, kind. Ah, ze bluft natuurlijk. Als ze werkelijk een foto bij het raam had gemaakt, dan hadden we de flits toch wel gezien. Mini-camera. Supersnel film, maak flits overbodig. Geef mij die camera. Nee. Ik sta erop dat je het begrijpt. Geef mij dat ding. Excellentie, behoud uw waardigheid alsjeblieft. King. Ja, wat is er? Ik zit vast tussen de rits. Ja, wacht even. Ik pak hem wel even. Pak hem in een kietelstel. Ik kan het wel even. Een uur is te lang, King. Wacht eventjes, met mijn broek omhoog gaat het veel beter. Wacht eventjes. Oh, eventjes mijn rit. Zo in. Oh, excellentie, is dat erg? Ik zit ook vast. Hier moet u zitten. Nou ja, alleen rust en kalmte zal u kunnen redden, heren. Doe jas uit, minister. Wat? Naaktloperij nog toevoegen aan mijn wandaden? Niks daarvan. Doe jij dat ding maar uit over je hoofd. Oké. Oh, joh, doe niet zo zakkig. Wat, zakken? Ja, dat is het ten juiste. Laten we even naar de andere kamer gaan, er is meer ruimte. Ja, excellentie, wacht toch. Ik kan niets proberen. Ik kan toch mijn rit van binnenuit open trachten te maken. Nou, klets dan niet, maar doe het. Ja, maar het zit weinig strak, hoor. Ja, ben ik klaar? Ja. Nee. Nee, het lukt niet. Jammer, hè? Nou, dan gaan we maar weer. Ja. Oh, wat is er? Mijn rug. Ik moet even zitten. Ja, hier is een stoel. Komt u maar. Komt maar hier. Nee. Vooruit, Kink. Pak de schaar. Schaar, waarvoor?
om die rits eruit te knippen. Zeg, dat kunt u niet doen. Nee, ik niet, maar jij wel. En daarna kun je gaan trouwen en nog lang en gelukkig leven. Maar dan moet je wel voorzichtig zijn. Ja. Wat is een huurbroek? Het lot van de regering hangt hier vanaf en jij zeurt over een huurbroek. Ik kan mijn hand niet loskrijgen. Nee, ik kan zijn hand niet loskrijgen. Eens zal dit allemaal voorbij zijn, kink. En dan lopen we op een mooie zomermorgen in Den Haag op weg naar het Binnenhof. En dan vermoord ik je. Oh. Nou, dan zal ik dit varkentje wel eens even wassen. Oh, ook dat nog. Nee. We zoeken nou eens een andere plek waar die niet... Nee. Veel te gevaarlijk. Nou, dan van deze kant. Jonge dame, even in de A-houding. Wat zegt u? U hebt uw benen nu in de H-positie. En ik wil ze graag in de A-positie. Nou, allebei even stilstaan. Want het gaat helemaal blindelings. Ja, maar dan heel voorzichtig, hè. Ja, oeh, dat scheelt er een haartje. Ja, hallo. Ja, daar spreekt u mee. Nee, dat kan nou niet. Dat wil ik nou niet. Ja, maar wat is er? Dat nog. Het is er. Dat was de conciërge. Die stomme detective is weer onderweg hier naartoe. Dan moeten we wel even doorzetten. De tanden op elkaar en de rest niet. Daar gaat hij. Ja, naar rechts. Naar rechts. Nee, voor u naar rechts. Stuurboord. Ja, prima. Jij moet gemolken worden, zie ik. Ziezo, jongedame. Als die detective direct boven komt en jou hier vindt, dan zijn wij reddeloos verloren. Maar jij gaat de bak in wegens chantage. Kom mee. Ga zo lang onder dat bed totdat we die vent kwijt zijn. En dan spreken we wel verder. Ja, maar waarom moet ik nu weer onder dat bed? Ja, als je het goed speelt, kom je wel hoger op. Doe daar iets aan. Nee, dat is, ja. En ik heb echt niks anders om aan te trekken. Nou, dan trek je deze broek achterstevoren aan en dan blijf je met je gezicht naar hem toe staan. Waar blijft Toos nou met die snor? Want hij moet je zien als Boudewijn Kink. Oh, dat is die detective en Gerda Kink wordt geacht verdwenen te zijn onder het bed. Hé, er ligt al een meisje. Ja, maar niet van mij. Tara, lieveling, als je vaderland je lief is, ga dan in deze kast en hou je stil. Ja, ik hou van mijn vaderland. Zeg, ik ben de dokter, ik hoef het toch niet te verstoppen? Ja, maar hij is een beetje de kluts kwijt. Ja, moet ik dan niet buiten blijven? Nee, maar geef hem zijn zin nog maar. Ik bedoel, hij is gewend aan liegen. Misschien is hij daarom ook wel minister. Vooruit. Dat duurde lang, hè, voordat ik kwam open doen. Ja, ik had de eerste drie keer niet gehoord. Vertelt u mij eens, excellentie, wat ziet u op deze foto? Eens kijken. Ja. Ja, dat is een vent die danst met twee agenten. Kijk eens goed, hij slaat ze in elkaar. Oh ja? Ja, meneer, dat is dat hippie dat hier naar binnen is gevlucht. Genomen door een amateurfotograaf die toevallig in de buurt was. Is dat nou met een supersnelle film genomen? Ziet u de verbluffende gelijkenis tussen dit figuur en uw oude vriend Karel Kink? Ja. Spijt me van de snor, meneer De Greep, maar ik... Mij ook... verpleegkundige, maar het geeft niet. Sommige mannen geven de voorkeur aan behaagde vrouwen. Neem de andere trap. Het zijn en blijven toch rare wezens, hè? Ja, maar laten we nu niet afdalen van uw oude vriend Karel Kink. Nou, ik heb niet gezegd dat hij mijn oude vriend was. Hij zei dat hij de broer van Boudewijn was. En wie ben ik om dat te betwijfelen? Oh, en u accepteerde die indringer zomaar als de broer van een vermiste man? Ja, doet dat er nog iets toe? Boudewijn Kink is niet langer vermist. Die is veilig en wel terug. Terug? Ja, een dagje geheugenverlies. Maar ja, dat komt wel weer in orde. Juist, ja. Wat zei die toen hij zijn broer zag, die zijn broer helemaal niet was? Nou, dat is nou zo eigenaardig, hè? Maar ze hebben elkaar eigenlijk helemaal niet ontmoet. Want het echtpaar dat zichzelf Karel en Gerda Kink noemt, ja, is weg.
Weg! Ja, ik vond het ook al zo gek. Want toen ik tegen hem zei dat Boudewijn terug was, toen zei Karel alleen maar, oh jeetje. Oh jeetje. Ja, en weg was hij. Hmm. Oh, inspecteur, u hebt al die tijd gelijk gehad. Het was natuurlijk Boudewijns broer helemaal niet. Nou, uitstekend werk, inspecteur. Goed staaltje speurderswerk, hoor, met petje af. Weet u, excellentie, u valt mij een beetje tegen als leugenaar. Kijk, een foto liegt echter nooit. Zo heeft hem ondersteboven, meneer. Oh ja. Ziet u? Hoezo heb je hem ondersteboven? Oh. Dus u weet, ik geloof dat ik flauw ga vallen. Ah! Boudewijn, je snor. Ja, die liet ik vallen, dat zijn gilden. Zoek hem alsjeblieft. Zoek nou. Oh, Boudewijn, ik heb je nog niet voorgesteld aan inspecteur Spijker. Dat is dat hippie meneer. Opgepast. Ja, oh, wacht, prima. Jij hoofdte, ja. Jij bedrieger. Doe net alsof je me slaat en wegwezen. Ah. Oh, ik zei doe net alsof, suffer. Grijp hem, inspecteur. Grijp hem. Laat dan los. Oh ja, neem me niet kwalijk. Er is maar één oplossing. Probeer hem om te kopen. Weg jij. Waar is die snor? Hier, vastgeplakt op de grond. Ja, maar je moet hem niet op het kleed plakken, maar op zijn lip. Oh, daar komt ie. Oh, heb je hem gevonden? Prima. Zo. Die kant op. Dank u wel. Toos, hoe zie ik eruit? Oh, schattig. Ga naar binnen en doe alsof. Alsof wat? Als jezelf natuurlijk. Ik wou dat u nou eens een keertje ophield met mij te helpen. Oeh! Ik heb u nog niet voorgesteld aan Boudewijn King. King, Spijker, Spijker, King, King, Spijker, Spijker, King. Aangenaam, meneer. Hoe maakt u het? Oh. Zo, dus u bent terug? Terug, ja. Ja, dat geloof ik van wel. Ja, ik leed namelijk aan een aanval van totaal geheugenverlies. Oh, is vervelend. Zeg, heeft u een broer? Nou, kijk, dat ben ik vergeten. Ja, het is namelijk nog niet helemaal over. Oh, was namelijk zo, er was hier een man die zich uitgaf voor uw broer Karel. Oh, ja. Ja, zelfde postuur, gladgeschoren overhemd gezien. Nou, nee. Nee, ik heb wel een kerel van ongeveer dat postuur gezien. En die rende heen en weer. Hij miste een stuk in de achterkant van zijn broek. Oh, juist. En welke kant ging die op? Kijk, nou, dat ben ik vergeten. Heeft u misschien die man gezien? Die man gezien, hij kwam hier naar beneden en ging direct naar boven toen hij mij zag. Ja, dank u wel. Nou, snel. Boudewijn. Ja. Je snor. Ja, die heb ik hier. Oh, daar is hij weer weg. Zoek hem alsjeblieft. Oh, daar hoor ik je, inspecteur. Zonder snor mag je niet in je trui pakken. Zou u zo vriendelijk willen zijn mijn arm even los te laten? Oh, neem me niet kwalijk. Snor, ja. We moeten hem vinden. Snor. Eten de soldaten in het Warschau-pact ook worstjes? Morgen bel ik Brezhnev. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Doos, heb je hem. Prima, dankjewel. Die kant op. Mooi, dan ga ik deze kant op. Die vent speelt bluffpoker als hij het mij vraagt. Oh, wat een ramp. Hij plakt niet. Er zit haar op. Die kant op. Dan bedat ik jullie twee keren, dan ga ik die kant op. Ik moet lijn hebben, lijn hebben, lijn. Oh, jeetje, inspecteur. Alles in orde? Ja, oh, jeetje, inspecteur. Alles in orde? Die kant op. Mooi, dan ga ik deze kant op en dan kom ik hem vanzelf wel tegen, ja? Lijm, ik moet lijm hebben. Toos, ik moet lijm hebben. Lijm, die kant op. Vlug. Die kant op. De wonderbaarlijke terugkeer van ene Boudewijn King. De hoed. Die jas. Die kant op! Hij ging die kant op, inspecteur. Hij ging door het raam. Hij dook er gewoon doorheen. Oh ja, pas op, ik op de straat op. Nee, hij ging langs de brandtrap. Ah, mooi. Want de hele buurt is afgezet. En als hij die kant op gegaan is, zal een van mijn mensen hem zeker te pakken nemen. Niet waar? Zullen ze controleren? Niet waar? Nou, misschien redden we het nog net als hij maar niet mijn vrouw opbelt om te vragen naar dokter Smok en zuster Hannemoos. Nou, Kink, je moet nog aardig wat leren in je goed kan liegen. Ik? Leren? Ik voor mij vind dat ik vanavond met vlag en wimpel geslaagd ben, hoor. Nou, dan heb je die vlag wel wat te vroeg uitgestoken. Want we zijn nog lang niet uit de ellende. Nee.
Inderdaad. Inderdaad, jullie zijn zeker nog niet uit ellende. En jij zeker niet, Jochie, want jij zit er nog middenin tot over je oren. Katje, wat doe jij hier? Wat ik hier doe? Wat ik hier doe? Ha. Ja, wat doe ik hier eigenlijk, hè? Waarom vraag je dat nou? Want ik wist het, hè? Daar straks wist ik het nog. Misschien was het een boze droom, Katje. Nee, nee, ik kwam hierdoor naar binnen en toen ging ik deze kast in. Ja, ik verstopte me hier en ik heb het. Ik heb het. Nee. Ja, Jochie, ik heb het. Ik heb jou. Waar heb je het over? Waar heb jij het over? Zal ik jou dat eens even uitleggen? Het snoepje van de week. Hoe bedoel je? Snoepje met de hoofdletter S. Ohohoho. Uitstekend snoepgoed, hoor. Dat moet ik zeggen. Zullen wij ze eens even uitpakken? Nee, de kap. Ik ben bereid je afschuwelijk gedrag door de vingers te zien vanwege je leeftijd en je verwarde geest. Help, ik heb geen adem meer. Ach, snoepgoed nummer 1. Achoo. En kom jij er zonder dat bed vandaan? Snoepgoed nummer 2. Blijf er alsjeblieft. En dit is snoepgoed nummer... Johanna. Grootvader. Grootvader? Johanna, jij hoort in het jongerenkamp te zitten in Bergen aan Zee. Ja, maar ik had andere dingen te doen. Is dit uw kleindochter? Ja, ik dacht altijd van wel, maar... Oh, hiervoor is een uiterst simpele verklaring. Oh ja? Ga je gang, Boudewijn. Oh. Meneer de Kat, gelooft u mij als ik u vertel dat ik deze lieftallige jonge dame, deze moderne Florence Nightingale, de eerste keer ontwaarde toen ze beneden op de stoep een oude vrouw die door een bliksem getroffen was bij zag brengen met mond op mond beademing? Nee. Dan kan ik u beter vertellen dat ze optrok met anarchistische elementen die verantwoordelijk zijn voor mijn ontvoering vanmiddag. Ja, dat is niet te geloven. Niemand zou er willen geloven, van welk van uw klein kinderen dan ook. Absoluut niet. Goed gesproken, Boudewijn. De kat, wij mogen dan politieke tegenstanders zijn, maar we hebben toch allebei het welzijn van het vaderland voor ogen. Daarom zal ik hier ook geen dankbaar gebruik van maken. En ik ben ervan overtuigd dat de heer Kink er precies zo over denkt. Wat ons betreft is dit allemaal nooit gebeurd. Jij gemene rot... Jij politiek stuk onbenul. Oh, je hoeft me niet te bedanken, hoor. Zullen we hiernaast nog even een drankje gaan drinken? Nog snoepjes? Nee. Uitstekend gewerkt, Boudewijn. Hallo? Ja? Ja, daar spreekt u mee. Wat? Mijn vrouw! Ze kan elk ogenblik boven zijn. Die inspecteur heeft het toch gewaarschuwd. Maar waar is de achterdeur? Is er niet. Ja, maar wat doen we dan? Jullie moeten hier allemaal verstoppen. Verstoppen. Nee, dat gaat niet. Oh, wat doen we dan met de snoepgoed nummer 1? Wegwerken. Laat maken voor nog één. Ja. En jij moet je ook verstoppen. Nee, ik hoef dat niet. Jawel, want je hebt de nachtjapon van mijn vrouw aan. En maak jij ook dat je wegkomt, dan zal ik dit even haarfijn opknappen. Nee, dat kan niet, want uw vrouw denkt dat u in Zwolle zit. Oh, lieve hemel, maak dat je wegkomt, mijn vrouw komt eraan. Vrouw!